P-R-O-T-P. U luistert naar de Protpot. Alles geven, hè? Welkom bij de Protpot. Ik ben Christophe en ik ben al van in het begin fan van het eiland. En ik ben Eline en ik ben een ex-collega van Christophe en wij waren zot van Thailand en nu gaan we nog een beetje verder babbelen. Ja, daar gaan we nu weer een uurtje mee vullen. En we doen dat vandaag niet met ons twee alleen, we hebben er nog iemand extra speciaal bij. Bij ons is niemand minder dan Tanja van der Sanden. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, ja, ik ben hier. Dag Eline, dag Christophe, dag allemaal. Hallo, dag Tanja. En we gaan het vandaag dus uiteraard niet over een of andere aflevering hebben, maar we gaan het puur over één personage hebben, namelijk over Linda. Linda, ja. Ja. Of Lea. Ja. Maar nee, eerst even onze vaste rubrieken. Eerst is het trivia time en daarbij hebben we één puntje, Eline. Ja, we hadden een vraag gesteld op Instagram en Facebook met de vraag, wat is de familienaam van Sonja? Nee, wat is de naam van de vrouw van Michel? Want dat is voor ons de vraag voor de echte kenners te onderscheppen. En ja, Sonja Boeks. En proficiat aan iedereen die het wist. Ja, het waren er toch redelijk wel die dat gelukkig wisten. Ja, het waren er redelijk wel. Ja, voor ons zijn er maar echt een fan van het eiland als je toch op zijn minst dat soort dingen weet. Als je alleen de 10 hoofdpersonages kent, dan zijn er nog geen echte fan, hè. Nee, dat is flauw. Het gaat om de details, hè. Het gaat om... Ja. Voilà. En onze volgende rubriek, het eilandisme. Wie gaat er beginnen? Wie heeft er iets mee gemaakt? Begin jij een keer, Christophe. Ik zal beginnen. Ja. Ja, ik heb er 2 van de week. Het eerste is, ik ben samen met mijn vrouw 2 dagjes naar Brugge geweest en het was zeer koud en je kon met corona bijna niets anders doen dan museums bezoeken. Dus wij hebben dus eigenlijk gewoon 10 museum achter het andere bezocht. En we kwamen daar in die hal en we kwamen daar, maar sommige museums waren echt zo georganiseerd voor corona met die looprichtingen en al, dat dat ene warboel van pijltjes was, dat ik toch een keer tegen een van die begeleiders daar heb gezegd van, het is hier precies winnen toe. Nee, je hebt dat niet gezegd. Goh ja, ik weet niet wat dit gehoord heeft, maar ik heb het wel gezegd. En mijn tweede is eigenlijk iets dat mij, dat mij nog lang niet opvalt, maar sinds deze week zit ik er dus mee. Dat is namelijk, ik doe veel audiovisuele dingen, ook deze podcast en al. Ik werk dus veel met programma's waar dat ik op een gegeven moment op een knopje moet duwen wat er staat, export. En dan moet ik altijd denken aan de export, hè. Oh nee, nu ga ik dat ook eiland 3, hè. Eiland 3 van de export. Ah, dat is uw eiland. Ja, Linda, Tanja, hij was van de export, hè. Was ik van de export? Ja, ik moet zeggen dat ik dat zelfs niet weet. Ik weet dat ik dan een bureau had, hè. Een bureau samen met Anne en Jeroen, maar hoe weten die dan? Liesje? Met wie zat ik aan in het bureau? En Free. En Free, hè? Ja, Frederik. Maar ik weet dan de namen van de spelers, maar nu van de acteurs. Ja. Ik was export. Ja, maar dat zal wel. Ik heb niet veel aan mijn bureau gezeten, hè? Dus hoeveel scènes zijn er niet dat je echt aan je bureau gewoon zit te werken? Nee. Allee, pas op, ik heb er wel gezeten, hè. Ja, absoluut, hè. En soms een hele dag, jawel. Ja, in onze wereld zit je daar van 9 tot 5. Ja. Ja, maar ik weet... Ja. In het echt, hè, maar ik heb daarna ook... Er was een kleuterjuf van onze dochters en die haar vriendin werkt in een bedrijf en die zei tegen mij dat hoe frappant dat was, dat ze alles herkende. Ook de personages, ook het zitten aan dat eiland. En we zijn ook ter prospectie eigenlijk, zijn we naar een echt bedrijf gegaan, lang voordat we dat hebben opgenomen. Om zo te kijken hoe dat daar allemaal ging. En we moesten toen... Nelen had gezegd, we moeten wel een beetje iets fatsoenlijk aan doen. Dat je daar ook echt kunt zo rondlopen. Dus ik had mijn kantoor aangekleed. Hè? En we hebben daar een hele dag verbleven. En ook
tests gedaan die gedaan worden met werknemers en gezien wat voor types daar rondliepen. Maar ik moet zeggen, ja, dat is mij altijd bijgebleven. Omdat dat dan herkenbaar was daarna als we speelden. Soms zaten wij allemaal aan ons bureau. Frank Fokkentijn was daar echt een held in. Die zat in zijn bureau. En ook als het geen opname was, als er even iets anders was, bleef die dikwijls zitten in dat bureau. Ja, en dan was hij zo wat aan het schrijven. Want toen dat het echt leek alsof we daar werkten ook. Oh, dat is ja, dat is heel raar. Maar goed, ik was van export, dus ja. En wat die prospectie die je toen deed, moest je dan zelf ook aan een bureau gaan zitten en doen alsof dat je... Nee, we hebben zo mensen gesproken die daar werkten. Maar op een gegeven moment hebben we wel zoiets gedaan om je profiel te bepalen. En dat is een soort test zo in groepen. Je moest dan rollenspel ook doen, dat soort dingen allemaal. Maar het was verschrikkelijk zenuwachtig. Ik had het zweet in mijn handen staan. Ik voelde echt dat soort druk ook van, wow, allez, je wordt hier gescreend zo, hè. Maar dat was gewoon een test, hè. Die man die dat deed, wist dat ook, dat wij spelers waren, hè. Dat ging niet over, maar dat wel die sfeer die je dan zo wat voelt in dat bedrijf. Ook als je bijvoorbeeld, als je ziet hoe dat gaat. Dat is zo gek. Ja, heel speciaal. We stonden heel daar echt zo te kijken, gelijk zo stagiairs die zo'n kijkstage komen doen. Oh, zo ja, 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 dat is, dat is heel bijzonder, hoor. Maar dat was ook... Meren heeft daar ook dingen uitge... Je ziet types van mensen, hè. Allee, dat is ook waar wij het opnamen in Zaventem. Daar was, ik weet niet de tweede reeks, maar zeker de eerste, was er ook een echt bureau, denk boven ons. Enfin, in ieder geval weet ik dat ik nog dacht van die Linda, allee, jongen, zo'n vrouw op een bureau, dat kan het toch niet zijn, allee. En op een gegeven moment ging ik naar buiten om een sigaretje te roken. En ik stond werkelijk bijna naast iemand die mij was. Ook zo'n beetje een... Die stond daar ook zo uit met haar sigaret. En ik dacht, oh, dat is gewoon mijn tip, zeg. Dat is gewoon echt waar, dat bestaat. Dat bestaat. Die u was, die Linda was. Die niet Tanja was, maar die Linda was. Ja, zo'n type. Zo dat type. Dat type vrouw. Dat soort... Geef toe, dat was nu toch wel ik wil daar nu zo geen naam op plakken, maar, want dat klinkt zo negatief, maar het was wel een beetje een slet was het niet, maar, en die vrouw die naast mij stond ook niet, maar ik werd wel vaak zo genoemd, zo van, hier, die Trien, dat is een, ook in haar uiterlijk, was zij toch wel behoorlijk, maar in haar gedrag ook, als je die dronken scène ziet of die huilscène of het heel kort door de bocht, vrouw, hè, redelijk brutaal, daar weer wel veel mee gelachen, heel ver van wie ik ben, zou ik maar zeggen. Allee, dat lag daar wel ver van. Dus er is totaal geen link met je persoonlijkheid? Weinig. Ja, misschien dat ze graag dronk. Dat heb ik ook meegemaakt, maar daar ben ik al een hele tijd... Allee, alhoewel, toen dronk ik nog wel. Natuurlijk, want dat is 20 jaar geleden. Oh shit, ja. Hey, ik ben nu 10 jaar helemaal alcoholvrij. Dus toen dronk ik misschien nog wel. Maar ik zat niet in een zware periode of zo. Want anders had ik dat niet kunnen doen. Ja, dat is misschien wel de link. Wel dat is iets wat ik graag speel ook. Hè? Ja? Dus ja, dat is plezant. Ja, je speelt graag dat je dronken bent. Ja, dat is heel tof. Ja, zeker nu ik al 10 jaar niet meer drink, doe ik het nog liever eigenlijk. Ik weet een truc. De truc om mensen dat direct te doen geloven is, je moet net onder hun ogen kijken. Ja, of iets erboven, maar in ieder geval niet erin. Nee. Ja.
Nee. Ja. En zo goed mogelijk niet dronken willen zijn. Dat is ook een goede truc. Ja, ja. Niet willen laten zien. Het is ook in je manier van spreken. Niet laten je best doen om het niet te laten zien. Ja, ja, dat is een slechte. Maar goed, dat is misschien een link, maar verder ligt je vrij ver van mij, hoor. Ook in kledij en zo. Nee. Dus de instructies die je gekregen hebt echt om die rol te spelen, dat komt dus echt voort uit dat jullie allemaal samen naar een kantoor zijn gaan kijken? Ja, hij heeft dat natuurlijk geschreven. Hè. Jan heeft dat geschreven. Maar ik denk dat hij heeft wel heel flink wat onderzoek gedaan in wat voor types of ja, hoe zo'n kantoor in elkaar steekt. Daar is hij heel flink onderzoek naar gedaan. En dan natuurlijk, als je dat dan speelt, wordt dat wat uitvergroot. Maar waar hij heel goed in is, is dat hij een personage wel uitvergroot, maar hij moet het wel allemaal geloven. Ja. Daar is hij heel goed in. Ja. Dat hij dan zegt, dan zegt hem bijvoorbeeld, ja, dat is te veel. Minder. En dan is het wat te weinig en dan is het erop. Ja. En op den duur weet het dan zo'n beetje. Ja, daar is hij erg goed in, vind ik zelf. Ja, we gaan misschien even eerst noemen naar Elina Eilandisme. Ja, we zijn al helemaal... We zijn daar nog, ja, we hebben al van alles besproken. Ja, we zitten al veel te veel, ja. Nee. Ik vind het plezant. Nee, mijn Eilandisme. Dat is eigenlijk van een collega van mij, die verantwoordelijk is voor kantoormateriaal. En hij was van alles aan bestellen. En hij zag ergens op een blad staan. Hij had perforators besteld. En hij zag ergens staan. Zoveel jaar garantie op perforators. En hij zegt tegen mij, ja, waarom zou je dat nu nodig hebben? Als je daar nu zorg voor draagt, dan heb je dat toch niet nodig, 5 jaar garantie op een perforator. Maar ik moet nu ook wel zeggen, hij is ook wel echt een eiland van. Dus het was wel eens zijn gezet. Gedaan, hè, ja. Maar het was echt wel... Ja, ik vond het goed gedaan van hem. Dus het is eigenlijk zijn eilandisme. Ja. Want dat gaat niet kapot. En Tanja, heb jij een eilandisme? Wel, ik heb daarover nagedacht. Ik heb niet echt een eilandisme meegemaakt. Ik denk wel, door fragmenten nu te zien, dat heb ik altijd als mensen mij bellen om een abonnement van iets of het een of het ander, of het puzzelboek. Dat heb ik nu dus over laatst meegemaakt. Dus ik had toegezegd op het puzzelboek en het puzzelboek kwam aan en het was niets voor mij. Dan moesten een nummer bellen om het puzzelboek te stoppen. En dan zo, ja, een tijd later krijg ik weer, en volgens mij was diezelfde vrouw, een beetje een Nederlands accent. En nou, is zo leuk, het puzzelboek. En dan denk ik altijd, ik moet nu vriendelijk blijven, want die vrouw kan daar ook niks aan doen, die doet haar job, weet je wel. Ja. Dus dan moest ik zo denken van aan die Linda die naar haar voeten krijgt, omdat ze de telefoon te brutaal oppakt en dan zegt ze zo, ja, mijn Linda Hombroek zit in alcohol, is zo goed. Ja. En daar moet ik dan wel aan denken. Enfin, ik heb dan die vrouw, die puzzelvrouw, die ik zei, maar mevrouw, wij hebben al eens deze overeenkomst. Is er iets gebeurd? En ik was niet geïnteresseerd. Nou, dat denk ik niet hoor, want dit is, ik zeg je wel, ik beschrijf wat ik heb gekregen. En dan zeiden ze, nou, dat is wel... Ah ja, en dat zeggen ze dan ook. Want u hebt meegedaan aan een enquête en daaruit blijkt dat u geïnteresseerd bent. Ik zeg, ik heb niet meegedaan aan een enquête. De tweede keer zegt hij dat weer. Ik zeg u nu nogmaals, ik heb daar volgens mij niet aan mee... Nou, dat zou toch kunnen, maar wel. Ik zeg, ja, dat zal dan wel kunnen, maar wel. Maar ik ben niet geïnteresseerd in het puzzelboek. En dan zei ze toch vrij vriendelijk dat het dan goed was. Maar ik voelde dan een beetje de Linda Hombroeks die dan dacht van... Oh, verdomme, kun je dat niet gewoon bestellen? Bestel dat toch gewoon! Ja, dat is zo. Ja. 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 Dus dat is wel eentje. Ja. Wat een ondankbare job. Zo ja, bellen naar de mensen voor zo'n abonnement. Ja. Vreselijk. Ja. Mooi. Ja.
Ja. Ja, het zou niet voor mij zijn. Nee. Ja, misschien kunnen we overgaan naar onze luisteraarsvragen, hè, Christophe? Ja, gaan we er in gooien. In van Book in the Wood. Dat is een, die heeft geen audiovraag ingestuurd, maar wel een leuke vraag. Wat had je zelf van inbreng in je personage? Oh, maar ja, veel eigenlijk hoor. Je zoekt dat samen, hè. Dus bijvoorbeeld, wat ik heel erg gewend was van in de Gloria, was je kwam aan en je zocht je kleren uit. En dan Abby Gorter, de man die instond voor de grimmen en de pruiken, dan ging de daar een pruik passen en dan de juiste schoenen. En dan zo bouwde heel snel je personage. Nu was dat ook zo samen zoeken naar wat gaat dat aandoen. En het moest een beetje een uitdagende kledij zijn. Het was wel een schoon verhaal ook nog. Ik was toen vrij mager in die tijd. Ik was echt wel mager. En dus ik had ook weinig borstomvang, boezemomvang. Dus ik had mij aangekleed, zoals we dat dan afgesproken hadden, die en dat. Toen zei Janele, maar dat is, daar zit, wat is dat nu zo plat? Steek daar een keer iets in. En dan moesten we dus heel snel iets verzinnen. En toen heb ik van geleerd dat heren sokken doen daar heel goed hun job. Dus, want die waren er dan in stok, hè, heren sokken. Dat lag daar. Hè. Van dus CNA? Dan heb ik mijn been. Ja, weet ik niet. Allemaal zo'n bak met heren, ja, met sokken. Hè. En dan heb ik mijn BH vakkundig gevuld met sokken. Zodat ik een beetje iets van meer boezem had. Dat we Linda er wat beter voor kwam. Zo. En zo heb ik heel die reeks gespeeld met die sokken. Met die sokken? Ja, alles met die sokken. Ja, ik moet wel zeggen dat mij dat ook... Toen was opgevallen dat uw rol Linda in vergelijking met de personages die je in de Gloria had gespeeld en ook in vergelijking met de mami en zo, dat je heel klein en mager overkwam. In vergelijking maar mensen denken altijd dat ik groter ben. Ja. Dat is een feit. Maar bij Linda... Maar dat is op toneel ook. Hè. Je speelt op toneel en mensen zeggen daarna, hoe is hij klein? En ik was toen in een magere periode, weet ik nog. Ja. Ja, ik ben niet groot. Ik ben maar 1,62 meter. Ja, maar in het eiland is dat gelijk vrij uitgespeeld, omdat je andere personages laat ze dat zo niet... En daar valt dat zo gelijk op. Dat is een andere madame, hè. Dat is een totaal andere vrouw. Hè. Ja. Een kunstzinnige vrouw in scheiding, afzien, te veel drinken, die job ook. Het is allemaal te veel, hè. Ja. En dan, dan nog wat... Ja, heel emotioneel. Maar dat personage, dat bouwde echt samen op, hoor. Dat is niet van, dat moet jij nu doen. Dat gaat allemaal samen. Wat ook nog mooi is, dat Janele schrijft ook terwijl hij draait eigenlijk. Hè. Dus hij schrijft, maar dan heeft hij dus iets geschreven. En dan weet ik nog dat ik al in een bureau zat en ik moest iets zeggen, ik weet niet meer wat. En ik zei die zin en die zei, wat zeg jij nu? Ik zeg, maar dat staat er. Maar dat is niet goed. Dat is niet goed. Zeg een keer dat. En dan was dat beter. Dus dat is zo... Snapte hij? Dat ging allemaal... Ja. Heel erg ter plekke ook. En, dus dat bouwde samen op. Ja, alhoewel dat er in vergelijking met In de Gloria waarschijnlijk toch al veel meer op voorhand vast lag. Ja. Het was echt geschreven, hè. Het was geschreven. En het werd ook... dat was een nieuwe ervaring. Het werd ook langs alle kanten... opgenomen. Dus je moest sommige, bijvoorbeeld zo, er is zo in een van die fragmenten, we moeten naar het bureau van Michel. En dan vraagt die Liesje, geloof ik, en dan moet ik zeggen, waarom? Of zoiets. Ik moet ergens zeggen, waarom? Ja. En dat ja, heb ik 20 keren. Waarom? Op, en langs de andere kant. Waarom? En langs boven. Waarom? En zo synchroon mogelijk, hè? Waarom?
dat op den duur kreeg je daar zo de slappe lach van. Als het dan nu was. Actie, waarom? Met op den duur. En dat gebeurde daar veel. Dus het was in die zin wel veel meer uitgeschreven. Het was echt uitgeschreven. Maar de Jakke kon wel hier en daar nog iets aanpassen. Terwijl in de Gloria waren dat shots die gewoon doorgingen. Dat was één improvisatie van A tot Z eigenlijk. Hè? Waarin je ook wel dingen opnieuw deed. Maar dan zei Jan, dit moet erin, dat moet erin, dat moet erin en dat moet erin. En dan wist je, als je dat opnieuw deed, ah ja, dat moest er allemaal in, liefst. Maar dat was wel het verschil met Eiland. Een groot verschil. En van de sfeer, is dat te vergelijken met de Gloria? Ja, dat is familie, hè. Ja? Dat is feest, dat is feest. Oh. Dat is absoluut feest, dat is familie, dat is... Dat is zo'n goede sfeer op je set, dat kun je niet geloven. Dat is, ja, dat maakt er maar zelden mee, denk ik eigenlijk. Zo op die manier. Dat is, die mensen allemaal, dat was, ja, oh, mijn mantel. En daar werd gelachen en gedaan. En tussen twee shots, die Jakken ook, hè. Even met een voetbal buiten op plein, even, of even zot doen, of... Allee, de slappe lachen waren ook niet te tellen, hoor. Dat was enorm. En dat was ook zo bij In de Gloria. Dat was ook zo bij altijd eigenlijk. Dat zijn altijd fantastische ploegen. En collega's die elkaar zeer graag zien. Dat is zeer bijzonder. Of was. Is, denk ik, hoor. Als je dat terug... Allee, dat heb je soms, hè. Dat je in theater ook... Dat je een familiale sfeer voelt waarin je heel vrij kunt zijn en waarin je thuis kunt voelen, maar dat maakt je niet iedere keer mee. Groepen liggen niet altijd zo perfect. Ik moet zeggen, ik heb er altijd wel chance mee. Zo. Ik zit altijd blijkbaar wel in goede groepen, maar daar was dat wel, alleen dat is gewoon, ja, mannetjes dat ze aankomen en dat is direct al, ja, dat is, ik zeg, dat is feest. Ja, want het waren een paar nieuwe acteurs bij natuurlijk, hè, van, in plaats van van In de Gloria waren er een paar bijgekomen, maar dat was ook dan direct in orde. Maar wacht, wie was dat dan niet? Ja. Dat voor ons, als In de Gloria-kijker, was dan was vooral Dirk van Dijk, dat was de grote nieuwe. Ja, maar die ken ik natuurlijk goed, hè. Daar heb ik dat, uit theater dan, hè. Verstaat dat? Ah, die ken zie, ik dan, ja. Die ken ik daar dan. Ja. Och, ja. Ja. Dat was de meeste van. Ook een zeer goede vriend van mijn man. Dus bedoel, dat is ook... Ja. Dus dat is gekend. Dus dat was... Voor mij waren daar niet echt nieuwe... Nee. Ik zit nu te denken, misschien wel. Noem ze op. Nee, ook. Sien, ook, hè, ken ik ook. Hè. Ah ja, van In de Gloria natuurlijk. Ja. Die was daar ook. Wat dan wel, in de pilootversie, die we ondertussen ook kennen, daar zit hij niet in. Was dat toen wel al gepland dat je ging meedoen? Geen idee, Ik zou het niet weten. Maar heb niet moeten... Daar zit ik niet in. Nee, dat weet ik niet. Ik heb dat nooit gezien, denk ik. Je hebt ook nooit moeten auditie doen. Op een gegeven moment stond dat gewoon vast. Nee, omdat Jan Heele kende mij van eigen zijn van In de Gloria. Hè? Dus moet je dan weten van... Ik wil haar voor daarvoor. Of dat type moet er nog bij. Of zo. Of, nee. Nee, dan moet je geen auditie doen. Als je natuurlijk zo gekend bent bij een regisseur, dan is dat niet nodig. Hè. Ja. Dan schrijft hij dat echt met je gedachten waarschijnlijk ook. Ja, of ik weet dat weet ik niet. Ik kreeg, man, dat is al zo lang geleden. Ik kreeg op een gegeven moment die vraag, ja. En dan... zit in die piloot niet in? Ik zou niet weten, moet ik eens kijken? Nee. Misschien stond ik achter de hoek, hè, mama. Je weet dat niet. Zat ik in een kast of zo? Nee, dat weet ik niet. Ja. Dat leidt ons naar een luisteraarsvraag van Robin. We gaan daar nu naar luisteren.
Dag Tanja, eerst en vooral wil ik u feliciteren met uw mooie rol in Het Eiland. Je had echter niet heel veel tekst of schermtijd in deze serie. Hoe verklaar je dat je bij vele kijkers toch zo'n onuitwisbare indruk hebt kunnen achterlaten? Wanneer ik met mijn vrienden over Het Eiland praat, ben jij toch een van de personages waar we nog steeds de gekste herinneringen van hebben? Hoe kan je dit verklaren? Dat weet ik niet. Oh, ik ben wel heel blij om dat te horen. Hè? Ja, amai. Mooi, hè? Amai. Ja. Amai, wat een compliment. Ik zou het niet weten, misschien doordat ze nogal excentriek was. Misschien daardoor. Ja, ik moet Robin trouwens een klein beetje bijtreden. Omdat ik was toen al fan van In de Gloria, toen dat op tv kwam. En Het Eiland was dan het lang verwachte vervolg. Ook zo'n beetje het ding waardoor dat In de Gloria stopte. Dus de verwachtingen waren bij mij ook wel hoog. En een van de dingen wat ik ook wel een beetje had, was dat ik specifiek van uw aandeel een beetje op mijn honger bleef, omdat het er veel minder in zat dan... de andere In de Gloria grotere namen. Maar ik moet zeggen, als ik er nu even over nadenk, je moet weten dat ik ook mijn... Ik verdien mijn boterham eigenlijk met theater. Dus het zou wel eens heel goed kunnen, maar dan moet ik natuurlijk ver in mijn geheugen graven. Maar dat zal zeker zo geweest zijn dat ik een productie speelde. Of er waren er nog ze. Ik weet dat soms, Bruno van den Broeke, weet ik nog, dat die ook op een gegeven moment zo tussen, als je zo een tijdje niet aan u is, gewoon in een van die zetels lag te slapen. Omdat je dan gaat 's avonds gespeeld en moest overdag draaien en moest 's avonds weer spelen. Dat is de realiteit, hè? Ja. Dat is de realiteit als je natuurlijk theater speelt. Dus het zou wel eens kunnen dat er nog een gesprek geweest is van hoeveel tijd heb je. En dus dat zou wel eens een praktische reden kunnen gehad hebben ook. Want Linda heeft ook een paar, heeft ook, denk ik, in zowel seizoen 1 als seizoen 2 een keer een dag verlof. Wat dat voor mij persoonlijk ook wel klopt bij zo'n personage die... Ja. Die nemen nogal rap in de snipperdag, voor het een of het ander. Ja, zo stabiel, even, ja. Ja, zeer onstabiel. Ja. Maar dat kan dus de reden geweest zijn, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet dat ik wist dat het geen groot aandeel was. Maar zo gaat dat dan, denk ik, hè. Nou, ik moet wel zeggen, we hebben natuurlijk in voorbereiding van deze podcastaflevering nog een keer alle Linda's scènes ook al op een rij gezet. En het is nog wel de moeite wat eruit is gekomen. Zo, alleszins. Dat zou wel zijn. En inderdaad. Amai. En ik denk ook wel... Genante dingen. Ja. Maar ik denk eigenlijk wel dat Linda uiteindelijk die vier mannelijke hoofdpersonages... Die kende echt maar uit die werksfeer. En zo, je kunt daar iets minder een beeld van vormen, hoe dat die zijn buiten kantoor. Terwijl Linda is echt zo'n type dat je ook elders tegenkomt. En ik denk dat dat... Ik heb dat met die mannen niet. Ik heb dat met die mannen zo niet. Ik vind... Dat is een type op het werk. Ja, nee. Maar, oftewel ben ik dan ook weer van de verkeerde generatie om die te kennen of zo. Maar ja... Ik vind zo meer... Bij mij persoonlijk zie ik alle vier die personages, alle vier zo wel een keer oppoppen. Zo van, soms ben ik een keer degene die iets in zijn schoenen geschoven krijgt, iets moet doen die het niet wil doen. Dan zijn ze zo wat meer de ontwijkende Guido. Soms zijn ze een keer veel te enthousiast. Dan zijn ze zo'n beetje gelijk Frankie. Soms komt er gewoon ergens nieuw. Ja, ik denk dat een van de dingen is van Linda, omdat die echt zo... Ja, die was echt wel echt. Ook al was het karikaturaal. Ja, die bestond. Die bestond, dat is waar. Ja. Dat is naast te staan. Maar dat is iets wat ik altijd probeer, hoor. Ja. Dat is altijd goed. Als je iets kunt neerzetten wat mensen herkennen. Ergens wat bestaat, hè. Dat is de uitdaging natuurlijk van... Het spelen, hè? Hoe absurd of hoe ver je er ook in gaat. Als ik zo zie in theater, bepaalde personages
waarvan je op het eerste gezicht denkt, allee jongens, maar dat is er echt over. Hè? Maar als je daar dan zo een hart aan kunt geven en bloed en vlees, zou ik maar zeggen, dan is dat wel zeer fijn. Dat je dat daarna kunt horen, hè, van mensen, van oh ja, die kunnen tegenkomen. Ja, ja, maar ik denk dat iedereen echt wel een Linda kent, hè. Allee, een Michelle en een Guido ook, maar die zijn zo misschien wat meer, ja, karikaturen van hun eigen. Maar een Linda, die kent iedereen, hè. Ik zal de Linda dat ik ken niet opnoemen. Nou, ik... Een van de meest opvallende dingen bij Linda vond ik... Ze had op een of andere manier een zware ontgoocheling in de mannen in het algemeen. Ah ja, en absoluut. Op het moment dat zij tegen Guido of Michel dan vooral, maar ook zelf tegen Frankie, tegen Alain zelf soms, praat zij niet tegen die persoon, maar praat zij gewoon tegen de man, in zijn, allee, de vent. Ze zijn een vent altijd, hè. Ze zijn niet een man. Je bent een vent. Is dat zo? Ja. Ja, wel, ja. Oh, dat weet ik al niet meer. Ja, maar dat is waar. Dat is waar. Dat is een mannenhaatster is een te groot woord, maar dat is evident, hè. Dat is duidelijk. Dat is haar gelijk. Dat is iets dat ik me heel goed kan inbeelden. Ja, absoluut. Mannen. Is niks in, nergens goed voor. Maar wel kapot als ze hoort dat hij al 3 maanden met een ander is. Hè? Dat wel, hè. Maar dat zijn ook, dan ja. Zijn er dan kapot van. Maar dat is zit allemaal in de diepte een grote boosheid. Hè? Ja. Woede. Onmacht. In de steek slachtoffer. Ja, dat allemaal, de grote woorden zo. Maar allee, ja, weinig genuanceerd daarover nadenken. Dat is haar gelijk. Ja. Bam. Ja. Ja, slaan. Vanaf dat er iets gebeurt, die ook maar een beetje die richting uitgaat, is het al beslist. Hè? Ja. Dat zijn de mannen tegen haar. En om een of andere reden, op haar man zelf, allee, haar ex zelf, is ze dan zo gelijk minder kwaad, maar ze reageert het dan af op de man op haar werk. Zo. Ja, maar op die ex is ze ook kwaad, hoor. Ja, eigenlijk wel. Tuurlijk wel. Er is zo kwaad. Ja, maar ze geeft hem dan zo soms een keer een opening, hè. Allee, ze zoekt dan zo momenten omdat hij iets kan doen voor haar en dan... Maar hij kan niks goed doen, hè. Of ze pakt dat weinig diplomatisch aan. Hè. Ja. Allee. Maar dat is wat ik daar straks zei, dat is zeer emotioneel. Emotioneel snel over de rooien gaan. Zo. Allee, erover, over haar theewater. Heel snel, zowel in het verdriet als in... Misschien is het tijd om een keer te kijken naar de verschillende Linda-scènes. We gaan een keer een paar scènes doorlopen, hè, samen. Ja. We beginnen bij de scène die bekend is van de zin Is er nog budget? Is er nog budget, ja. Ik ga eerst een passage die ervoor komt, gaan we niet bekijken, maar ga ik wel kort uitleggen. Dus Guido... is net baas geworden. Hij komt bij eiland 3. Die heeft hij uitgekozen om uit te nodigen om samen over de middag iets te gaan eten om elkaar beter te leren kennen. Ja. Liesje en Frey komen alle twee met een reden om niet mee te gaan. Of wat al dan niet een uitvlucht is, dat laten we nog in het midden. Maar Linda zegt, ik ben niet goed genoeg. En daardoor laat Guido zich... Ja, Guido durft dan geen nee zeggen en uiteindelijk zitten ze daar dan allebei een beetje half tegen de goesting tegenover elkaar in een restaurant. Ja. Trouwens, Guido echt iets dat Christophe dus ook al heeft meegemaakt. Hè? Ja, ik heb ook een anekdote die er een beetje op lijkt. Man, Zeg Chantal, nee, maar ik ga je laten, hè. Ja, ik ben hier aan het eten met iemand van mijn werk. Hm? Mon, nee. Salut, hè. Ja. Sorry, zeg, wat was je aan het zeggen?
Ja, ik had dus gedacht aan een budget van 10 euro per persoon. Maar als jij nu iets duurder wilt, dan kun je dat misschien zelf bijleggen. Is een drank daarbij? Ja, dat is in kluis. Ja, voor mij dan gewoon een broodje tonijn. Ah, een visliefhebster. Ja, ik eet geen vlees. Voor mij was dat toen, hè, omdat ik vond dat altijd speciaal, omdat ik ook al naar Van Eijgens keek. Het moment dat jij samen met Frank Fokketijn samen een scène had. Helemaal anders, toch? Ja. Heel die scène heb ik mij al voorgesteld hoe dat jullie dat zouden doen. Maar dan zo, datzelfde, maar dan met een blauwe achtergrond en met zo in de camera kijken. Maar zelf dat spelen zo. Dat is... Met dezelfde woorden. Ja, zo, maar dan ook Guido en Linda, hè? Maar dan wel zo. Ah, zo heb ik me het al veel zitten voorstellen. Marlijke, of dat ook zou werken als sketch. En dat zou dan het eerste zijn. Ja. Ah, ja. Ja, dat zou kunnen. Dat kan, hè. Dat kan altijd, hè. Nee. Zeg, en weet jij wie dat er naast Guido zit? Ja, maar ja, ik wou direct zeggen dat Rebecca zit daar dus. Ja, hè? Een beetje van het beeld. Maar wij kenden elkaar toen nog niet. Nee. Ik weet het. Dat heeft ze toen ook verteld. Ja, ik heb het ja. Nee, we kenden elkaar toen nog niet. Nu wel, hè. Ja. Ja, zeg. En dan zitten wij daar, zeg. Heeft hij daar heel de tijd gezeten, zeg. Heel de tijd. Heel de dag. Want dat moest dan ook weer van verschillende kanten, hè. Was dat ook in Zaventem? Wat blieft? Was dat ook in Zaventem? Ja, ik denk dat wel. Ik was dan gewoon mannetjes. Ik denk dat. Het is alleszins op zo'n steenweg, hè? Dat weet ik niet meer. Maar ik heb geen idee. Rebecca gaat dat weten. Ik weet dat niet. Geen idee. Het zal daar wel ergens geweest zijn, ja. Ja. Oh, Linda is hier alleszins zeer... het is natuurlijk, die scène is gemaakt om vooral Guido zijn... Allee, hierin heeft ze echt een belangrijke rol in wat er allemaal misgaat bij Guido. Hè. Maar ze stelt zich heel ondankbaar op. Hè. Dus ze voelt zich... Ze wil dat ook helemaal niet. En ze wil alleen maar... Ik wou alleen maar drinken. Ja. En dat eindigt dan ook vreselijk. Dus dat bedoel ik ook met... Het zijn vaak gênante scènes van die Linda. Dat is echt gênant, Wel gelachen, hè. Ja, zeker zo op de middag. Maar niet in de scène, hè. Maar ja. En dan dat in dat glas zit de appelsap. Ik heb toen die een dag... dat waren van die grote flessen, literflessen. 2 liters... Zeker 2 liters, echt waar. En ik ben toen naar huis gereden en ik kan dat normaal heel goed volhouden om nog rustig te stoppen bij een tankstation en dan daar naar de wc te gaan. Ik was ook naar de wc gegaan voor ik vertrok, omdat ik zoveel appels had. En toen ben ik naar huis gereden en dus ik kwam aan het tankstation en ik kon dat niet halen. Dat ging niet. Dus ik heb gewoon mijn auto gezet, mijn deur open en ik ben zo achter mijn deur. Gewoon mijn broek naar beneden. Ik kon dat niet houden, dat kun je niet, dat deed pijn. Zoveel appelsap dat ik toen gedronken heb. Ja, maar je moet dat daar zo in één keer achterover kappen. Dat zou wel. Ja, maar je moet die scène verschillende keren doen ook. Hè. Ja, moet dat. Dus ik heb zoveel appelsap. Maar echt waar, je kunt niet geloven. Dat is een goede anekdote. Ja. Maar die scène even verder uitkijken. Smaakt het? Ja, het is nogal droog, hè. Je bent getrouwd, geloof ik. Was. Ben in scheiding. Oei. Ja. Wilt je erover praten? Zou ik daar nu mee over willen praten? Ik ken u niet eens. Heb ik nog budget? Ik had 10 euro, ik heb een broodje tonijn en 2 glazen wijn gedronken. Heb ik dan nog budget? Ja, dat zou wel. Wilt je nog een koffie of zo? Nee, wijn.
hebt me triestig gemaakt. Er zit veel meer in mij dan dat de mensen zien. Veel meer. Hè? Maar niemand ziet het. Ja, maar ik zie dat toch. En ik weet wat en wie er hier van binnen zit. Ik weet dat het de moeite waard is. Dat moet alleen ontdekt worden. Oh, ik moet een boom hebben. Wat moet jij hebben? Ik moet even een boom vasthouden voor wat kracht. Linda! En daar gaat ze dan. Oh, dat is inderdaad oh, gênant. Durf dat soms gewoon niet naar kijken. Hè? Ja, heerlijk, heerlijk. Ah. Ja, Jakke, die zei... ja, en dan loopt het allemaal weg. En dan in die bosjes en vallen. Ik heb dat gedaan, de eerste keer zonder over na te denken. Ik denk dat dat ook het shot is. Ja. Dus de volgende keren was ik al bang dat ik ging vallen. Hè? Maar ja, de eerste keer, patat, jong, gewoon kwam in die bosjes. Ja, gewoon keihard in die bosjes. En lachen, maar echt niet te doen. Ja, heerlijk, heerlijke scène. Ook de blik van Frank is... Oh, ik moet daar zo mee lachen. Jongen, echt waar. Zeer goed. Ja, zeer goed. Zijn figuurken is wel helemaal tegenovergestelde dan zijn papierol. Maar ja, dat is echt... Ja. Ja, zeker als hij zo zegt, je bent getrouwd, geloof ik, dan wil ik altijd zeggen, ah ja, met u, hè. Maar ja, dat klopt al niet. Nee, dat, veel mensen dachten dat trouwens, hè, dat wij bij Van Eijkers dat we getrouwd waren. We gingen een keer in het programma De Laatste Show bij Bruno Wijnendalen, of hoe heet dat? Ja. Ah ja, maar dat is lang geleden. Dat is lang geleden, hè. En wij zaten daar. En op een gegeven moment kwam het ter sprake van... vele mensen denken dat jullie getrouwd zijn. En wij zeiden zo, nee, dat kan toch niet zijn? En wij draaiden ons om en de halve studio stak zijn hand op, echt. Ah, mensen dachten echt, maar we hadden toen ook bij Van Eijkers, werd er gekozen om in de aftiteling geen namen te zetten. Dus niemand wist wie dat wij waren. Er stond niet Tanja van Zander, Frank Fokkentijn, dat stond er niet. Hè. Dat is pas bij In de Gloria zijn onze namen gekomen. En ik moet wel zeggen, als Frank en ik elkaar zien, we lopen dan ook altijd gearmd en zo. En dan liepen wij in Berchem station. Samen voor een trein te pakken, gearmd, dat we dachten van, joh, het is precies ook alsof we getrouwd zijn. Zo. Maar dat was niet zo. Ja, ik vond dat... Bij In de Gloria, ik dacht dat op zich niet, maar ik vond dat ook altijd twijst als Schulder 2 samengezet werden als koppel. Zo. Ja, goed is dat. Ja. En dan vond ik het hier ook, want ik denk dat de enige... Nee, er is dan nog een keer zo'n discussie over die mobiele. Zo, dat jullie twee echt... lang een scène tegen elkaar ingaan. Zo. En dan was dat toch nog een keer leuk om dat dan nog een keer te zien gebeuren. Ja. Zo die dynamiek. Ja, leuk, hè. Ja, heerlijk om hem te spelen, hoor. Het is echt fantastisch. Ja. Dan merken we wel. Geest. Ze is wel extreem... Allee, Linda is in heel die scène hier komt extreem ondankbaar ook over. Gelijk dat ze echt op dat geld uit... Ja, bot, zo bot als iets. Ja. Echt wel. Ja, het is een vent, hè. Maar echt zo bot, jongens. Je kunt het niet geloven. Het is echt geweldig. Geweldig om te spelen. Leuk om te spelen, hoor. Zoiets. Ja, heerlijk. Ja. Oeh, ja. Het voelt toch helemaal straf, terug. Hè? Op die tijd... Terug. Dat je zo €10... een broodje en 3 glazen wijn kunt drinken. Dat vind ik toch... Maar is lang geleden, hè, mannen. Ja, dat is goed, hè. Maar heeft Frank daar dan ook echt mega veel spaghetti moeten zitten binnensteken, heel de dag? Dat zal zeker zijn. Ja, we hebben daar heel een tijd... Ja, veel gegeten werd er niet, hè. In de scène, eigenlijk. Oh, zijn mond had toch goed vol met tomatensaus. Ja, maar hij zal dat wel... Is dat dan geschminkt? Of moeten die echt, zeggen, is dat instructie dan, doe ik je zo met wat spaghetti? Ja, dat zou wel echt geweest zijn.
Oh, dat kan ik me niet herinneren, maar dat zou wel echt geweest zijn, ja, ja. Maar dat accentueert ook weer dat onzekere van Guido, hè, zo. Zo dat, ja. Maar dat is toch die paniek in zijn ogen, die paniek. Ja. Dat is fantastisch, die paniek. Oh, mannetjes toch. En maakt toch weer mee, hè. Oh. Ja, maar het panikeren van hem, van oh, dat gaat hier verkeerd aflopen en niet weten hoe daarmee om te gaan. Heerlijk om dat te kijken. En wat ook opvallend is aan dat moment, is, ze begint al met te zitten bellen en ze zegt dan, sorry, wat waren we aan het zeggen? Dus ze heeft hem dus echt gewoon onderbroken door een telefoon op te nemen. Ook dat? En, ja, maar dan ook als die vriendin dan klaarblijkelijk vraagt van, en is het iets? Hè? Ja. Is het voor u? De manier waarop ze naar hem kijkt en dan heel kort zo even kijkt en dan, nee, allee, ja. Dat is zo erg. Ja, en dat ze zo zegt, stel u voor, dat denkt ze dan, hè. Maar ja, ja, of, ja, nee, ik weet niet, nee, ze zegt carrément gewoon, het is niks wat hier tegenover mij zit, het is geen... Dat is geen optie. Ja. Ik denk dat die vriendin vraagt van, is het een knappe? Is het iets voor u? Dat denk ik. Ja, ja, zo. Allee, dat speelde. Ik kan me dat herinneren. Dat ik dat... Maar allee, verder, ja. Maar wat dat schandalig. Is, wat dat we dus achteraf in het verhaal ook nog te weten komen, is dat Guido wel degelijk zijn gsm had uitgezet. Oh, zie, dat weet ik. Op dat moment. Ja, achteraf wordt hij aangesproken door Michel van ja, uw vrouw heeft u proberen bellen en je nam je gsm nog af. Dus hij heeft speciaal voor die so-called date, heeft hij zijn gsm uitgelegd en dan zei hij hem gewoon haar gsm op. Oh ja, tuurlijk. Ja, maar ze, bot, hè. Absoluut. Ja. Toen werd dat nog gedaan, hè. Echt uw gsm uitzetten. Voor te gaan eten. Ja, dat is niet meer, stond ook niet waarschijnlijk. Nee. Maar dat was ook geen smartphone, hè? Dat was zo'n klein dingetje. Ja. Zo'n blauwe of een rode. Ja, dat was zo. Ik had zo'n klapperke. Van mijn eigen bedoel ik. Ja, nee, het personage niet. Dat weet ik niet. Dat was de gsm die niet van mij was, denk ik. Ja, en die kledij zelf was ook allemaal niet... Nee, dat is niet van mij persoonlijk, hè. Ja. Nee, dat hing daar allemaal klaar, hè. Dat is, ja, maar ik had verschillende outfitjes en die moeten dan telkens kloppen met de scène die je opneemt. Hè. Als het, dat moet kloppen, hè. Dus soms neem de scènes op die vroeger of later dan in de aflevering zelf. Allee, ik bedoel, dat moet kloppen allemaal, hè. Dus je hebt zo verschillende... Ja, ik zag nu een leren visje. Leren visje, zeg. En dat blauwe t-shirt, ja, ik kan me dat allemaal niet meer zo herinneren. Ik weet wel, ja, dat vaak van die blouses waren die nogal doorzichtig waren. Tenminste, zo was er zeker één. En dan Rokske. Ja, een keer een leren Rokske of zo. Ja, ja, ja. Ja, echt niet wat ik draag, zou ik maar zeggen. Persoonlijk nee. Dan, hè. Nee, en zo, ik ben meer van een broek en een trui, zo. Hè? En zo een keer ook een jeansbroek met van die kroontjes op van achter. Dat weet ik ook. Ja, maar dat kan goed zijn, hè, maar ja. Zeg, mannen. Maar ja, jullie zijn veel beter op de hoogte dan ik zelf. En afgekeken. Seizoen 2 hebben we al nog niet. Dus de volgende scène is wel uit seizoen 2 en die hebben wij nog niet super diep geanalyseerd. Ah, we kennen de scène ook wel goed genoeg. Ja, je zit aan uw bureau met Roger aan het bellen en we gaan kijken wat er. Ja. En dan zeg je mij hier, zo even aan de telefoon. Ja, Linda. Ik wou je dat gisteren nog zeggen, maar jij bent kwaad weggelopen, hè? Ja, wat wilde jij dan? Als jij tegen mij zegt dat je nog nooit in je leven zo gelukkig bent geweest als nu. Maar toch is dat zo. Ik kan dat niet wegsteken. Wat ik voor Carla voel, hè, dat is totaal iets anders dan... Carla, kaka! Linda? Ze gaan samenwonen. En hoe heet? Ja, eerst tot daar. Ja, die Carla, kaka, dat heb ik vaak gehoord daarna. Daarna? Amen.
Ja. Ik vermoed dat dat de quote van Linda is. Ja, ja, ja. Dat is toch... Dat was echt zo... Ja. 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 Dat wordt toch vaak gebruikt. Ik denk dat ik dat maandelijks toch een keer zeg. Als ik ergens iets lees van een Carla, is dat direct kakka. Ga je niet te doen met iedereen, met iedereen die nu Carla heet? Ja, nee, mannen, zeg. Nee, nee, kom. Het is allemaal gespeeld, hè. Allemaal niet echt. Het is allemaal niet echt. Ja, nee, nee. Ah, nee, 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 nee. Nee, maar wel goed in telefoon. Ook weer zo. Ze spreekt zeer snel. Valt mij nu op. Het is echt gebeten heel de tijd. Heel de tijd bijten. Bijten altijd. Snel spreken ook. Ja, goed. Ja, ze gunt hem geen ruimte. Het is leuk om terug te zien, hoor. Ik heb het heel lang niet meer gezien. Hè. Ja, kijkt hij het dan zo ook een keer... Allee, achteraf heb je het dan echt zo gezegd van oh, ik ga nu een keer die dvd-box opzetten en kijken? Of doet hij dat dan niet? Nee, dat staat zo in de kast. En het gebeurt wel dat of dat onze dochters, als er iemand op bezoek is of zo, die het niet kent of zo, dat er dan eens even naar gekeken wordt. Maar ik ga zeker niet... Nee, daar heb ik allemaal geen tijd voor, mannen. Dan iemand die dat niet kent. Ik moet nog zoveel dingen kijken dat dat niet echt op de eerste plaats staat. Maar ik vind het wel leuk om zo stukjes terug te zien. Maar dat heb ik met veel dingen. Dat ik zo leuk vind om een stukje van In de Gloria... We hebben overlaatst een aflevering van In de Gloria gedaan, omdat... Er iemand op bezoek was die het, een jong iemand die het niet kende. Of bijvoorbeeld dat duo dat ik gespeeld heb met Koen de Bouw, Rudy en Vera. Dat is ook zoiets waar dat, als er zo mensen zijn die zeggen, oh, kende dat niet? En dan kijkt er daar een stuk of twee van. Omdat dat ook zo'n fantastisch personage is, die Vera. Rudy, kende dat, Rudy en Vera? Ik heb voor een maandje al gezien, maar ik weet eigenlijk niet van wat dat is. Ah, wel, dat was van een programma dat heette Achter de Feiten. Maar dat is als programma niet zo gelukt eigenlijk. Maar dat duo dat ik daar had met Koen de Bouw, Rudy en Vera, dat vind je allemaal op YouTube. Hè. Dat vond ik wel erg goed. Zit in een auto altijd, of niet? Nee, je zit niet altijd in een auto. Maar overlaatst hebben ze bijvoorbeeld nog eens uitgezonden van het ritsen. Nou, je kunt niet meer heel stad liggen ritsen, hè? Zo klapt die, hè? Oh ja, die ken ik, ja. Ja, die, ah wel. En die hebben zo verschillende sketches. En dat vind ik dan wel leuk, om zo dingen terug te zien. Of een stukje uit de ronde, of een stukje. Maar om zo de hele serie nu te gaan bekijken, dat... Maar mannen, dat heb ik veel te veel te doen, dat gaat niet. Of ik moet zoveel al kijken nog. Oh. Dat ik denk van, ja, misschien nu dat toch wel eens even nog, ja... Zit er toch even mee bezig, hè, als je dat helemaal bekijkt. Ja, dat is wel waar. Ja. Het is een lange aflevering. Maar ja. Het zijn het 13 afleveringen van rond... 13 afleveringen, jong. Dat is een hele nacht. Nee, dat gaat niet. Zeg, maar als ik vind het interessant hè, om het terug te zien. Dat absoluut wel. En als jij nu een Carla ontmoet... Als er iemand tegenkomt en je zegt van, ah, hallo, ik ben Carla, dan zie je dan de schrik in haar ogen? Of... Nee, nee, van, nee. Oh, nee. Dat bedoel ik, nee. Nee, want de associatie ligt dan in tijd te ver weg of zo. Ja. Bij ons is dat niet weggegaan. Nee, maar ik weet wel wat je bedoelt. Ik kan wel hebben dat ik met een stuk bezig ben, bijvoorbeeld met een bepaalde naam. Dat je een naam hebt in dat stuk en dat je dan wel, als je iemand tegenkomt met die naam, of dat je zegt, oh, ik heet gelijk jij, de komende 3 maanden, dat wel. Maar die Carla Kaka, dat ligt dan wat te ver weg. Ja. Nu niet meer natuurlijk, als nu morgen Carla tegenkomt, ja, dan heb ik prijs, hè. Maar, ja, nee. Goede scène wel. Hetgeen wat hierop volgt is zo van... Ja. Zet maar dus op plek. We hebben ook een stukje erbij, dus dat ze, ja. We hebben daar wel geknipt. Maar dus, nu staat ze met Bucky op de gang.
En Michel gaat binnenkomen. Ik ga wel zeggen, Elina en ik hebben Bucky nog niet besproken. We hebben sinds zo'n twee nog niet gedaan. Dus we zijn er nog niet vol een bak in gedoken in dat personage. Oh, nee, maar daar gaan we ook vrij veel werk mee hebben. Wij letten vooral op Michel en op Linda in dit geval. Ja. En hoe heet ze? Carla. En is ze er al lang mee? 3 maanden. Maar hij heeft me dat direct verteld. Maar nu gaan ze samen wonen. Ik denk dat er mee is dat ik nu vast mijn slag krijg. Maar meisje toch. Allee, kom. Hier. Hé. Hey. Mag ik een paar van die diamantjes alsjeblieft? Dank u. Ah, hier. Dag, Bakkie. Dag, Linda. Michel, zou je even binnen willen wachten? Ik kom direct. Ja, natuurlijk, ja. Alles goed, Linda? Ja, geweldig, Michel. Daarom sta ik hier op de gang te blijven. Sst, Linda. Michel kan dat niet aan doen, hè? Fantastisch, hè? Fantastisch, hè? Want dat bedoel ik ook met gênant. Dat in dat, maar dat is ook in de tweede serie, die jullie nu nog helemaal gaan uitpluizen, zit ze op een gegeven moment ook in zijn auto, hè? Ja, dan is ja dat volgt erop, hè? Ja. Ja, dan is ze daar in het slapen van en je zeven hangt dan zo uit haar op. Het is niet het meest flatterende personage waarschijnlijk die je al hebt neergezet. Ja, maar heerlijk om te spelen. Hè. Maar dus hier met dat wenen, het is daar ook nog wel een goed verhaal. Dat, natuurlijk, je kunt niet een hele uren aan het stuk wenen. Hè. Als dat wordt opgenomen langs hier, langs daar, dat duurt. Dat is allemaal lang. Dus heb je daar de trucken voor. Hè? Je hebt een mentholstift, dan kunnen ze zo blazen in je ogen en dan krijg je wat tranen. Hè? Ah. Maar dan moet je dat de hele tijd opnieuw doen. Maar je kunt ook een beetje met ajuinen werken. Dat heb ik voor een stuk gedaan wel al, met ajuinen. Maar Vix, dat is heel effectief. Dus je smeert dan zo wat Vix onder je ogen en onmiddellijk krijg je tranen en je voelt dan ook dat verdriet en je begint ook te snotteren en dan kun je dat volhouden. Maar ook dat went, hè? Dat went ook. En nog eens. En toen zei die een appie, die zei nou, komen we er nog een beetje bij smeren en dan doen we het een beetje in je ogen. En het smeren dat zoiets niet meer nog. Oh, fantastisch. En we blij de jongen echt worden. En echt voelt. Je bent ook echt triest ervan. Hè? Ik bedoel, alle symptomen. Dus je kunt dat dan goed spelen. Maar ik moest toen naar huis rijden van Zaventem naar Lokeren. En dan ben ik daar weer moeten stoppen. Want ik kon mijn ogen, jongen. Maar ik heb gezworen, ik heb toen gezworen, ik dacht, dit nooit meer erin. Want dat bleef pikken en doen, dat was niet te geloven. Dat is overgegaan. Maar dus dat was ook, dus ik heb het appelsap meegemaakt en de Vix, allebei in het naar huis rijden. Ja. Maar zo wenen spelen is toch ook super vermoeiend? Nee? Joh, man. Dat is feest. Oh, okay. Dat is leuk. Nee, dat is niet vermoeiender dan iets anders. Allee, stel je nu voor dat je dat lukt best wel hoor, als je bijvoorbeeld iets speelt op een scène en je hebt een anderhalf uur of een uur en kwart en je doorloopt al je emoties in gedurende het stuk kan het mij heel goed overkomen dat ik echt tranen in mijn ogen heb, bijvoorbeeld op een gegeven moment. Maar ja, op de 20e rij zien ze dat niet. Hè? Dus je moet dat ook niet allemaal staan voelen. Maar zo, nu, voor deze scène weet ik nog dat... Nee, vermoeiend. Ja, veel snuiten en zo, hè. Maar, nee, dat was leuk. Alleen maar goede herinneringen aan. Ik heb nu al een trucje van overlaatst gehoord. Nu met de corona, dat we thuis zitten en zo, heb ik ook voor de collega's zo'n kleine sessie gehoord van hoe dat je elkaar kunt helpen. En de zinnen, alles oké of alles goed, dat is niet goed, mocht dat niet zijn. Want nooit is alles goed bij iemand.
Dus dat is geen goede opening, want eigenlijk iedereen denkt een fractie van de seconde. Ah, nee, dat is waar. Nee, ja, tuurlijk. En Michel zegt dat dus. Ja, dat hij dat al zegt. Hij had best iets kunnen vragen waarop dat ze op een of andere manier bevestigend had kunnen antwoorden. Ah ja, maar ik voel daar ook zijn... dat is ook tegenover Bucky natuurlijk. Hè? Hij moet goed doen. Hè? Ja. Dus hij moet het goed doen. Dus hij weet niet beter dan te vragen... alles goed... Hij weet het niet beter. Nee, niet. Oh, die Michel, jongen. Daar hebben we ook veel mee gelachen. Zo. Oh. Als een direct een slappe lach krijgt, dat is niet te geloven. Dan zie je eerst, je ziet de tranen eerst in zijn ogen springen. En dan pas, omdat hij dat zo probeert in te houden. Er is ergens zo'n scène, maar ik weet niet. Met dat hij een rode kaart moet trekken of zo. Of een gele kaart. Gele kaart. Ja. Ja, ja, ja. Mannetjes, daar hebben wij zo de slappe lach gehad. Ik weet niet meer voor wat. Waarschijnlijk door de absurde situatie die je soms dan meemaakt. Dat je iets speelt met elkaar en dat je niet eens beseft wat gaan doen ze. Dat is zo absurd. En dat is zo slappe lach gehad, jongen. En dan stond hem daar met die kaart en dan zag je zo dat gezicht. Dan zag je die ogen. En dan wist je van, hij gaat het niet halen. Ja, ja, ik ben daar ook, ik heb daar rap, allee, ja, het is niet heel moeilijk, hè. Ah ja, nog iets eigen aan Linda. Ja, we zijn ook door een luisteraar uitgedaagd geweest om ons eerder te bespreken, maar dat hebben we dus niet gedaan. Sorry. Van Lea. Ja. Veel mensen zeggen Lea of zelf nog iets anders. Ze bespreken er altijd. Dat is een beetje de running gag ook bij uw personage. Ja, er wordt ook een keer Rita genoemd, denk ik, hè? Ja. Ah, dat kan. Is dat? Oh, ja. dat is niet zo bijgebleven. Dat is niet zo... Ja, ja, Lea... Dat is te lang geleden. Veel mensen... Ja. Ik heb zelf een keer een blooper gezien van iemand die de juiste naam tegen u zei en dat hij dan verbeterde met de verkeerde. Ah, is het waar? Ja, maar dat zal wel. Och, maar jongens, toch. Ook die bloopers, daar wil ik wel goesting om naar te kijken. Ja. Die bloopers die zijn onwaarschijnlijk. Van in de Gloria ook. Dat is... Al die slap lachen, jong, dat kun je niet geloven. Dat is ook altijd op een bepaald uur. Hè. Dat moet ook, met Van Eijgens kon de klok op gelijk zetten. Dan begon te draaien en zo. En rond een uur of vier komt er een soort moeheidsgrens. En dan heb je op dat nodig. Hè. Dan heb je niet nodig hè, om in de lach te schieten. Je zou dat wel kennen. Hè, dat je dat ook niet kunt navertellen. Hè. Ja, als je dat dan vertelt aan iemand, dan is dat eigenlijk niet grappig. Dan is dat totaal grappig. En ik vind het nooit zo erg om een slappe lach op een set te hebben, maar de anderen moeten wel snappen waarom. Anders is het vervelend. Als je zo, ik heb zo'n slappe lach met Wim Oproek in de Gloria met dat af een broodje eten. Bij die... Ja, ik ken hem. Bij de partnerruil. Hij eet een broodje en de cameraman, de jakke, niemand wist waarom. En de reden waarom is ook zo niet grappig. Want dat kwam omdat wij kregen een broodje en daar zat... Ja, als ik het nu zeg, wat is die grappigste? Daar zat kaas in. Kaas en salami. Dus, en die combinatie. Dus ik bijt van dat broodje. Ik kijk naar Wim. Wim denkt hetzelfde als ik. Van wat een rare combinatie. Je begint te lachen. Men vraagt waarom lachte. En ik krijg dat niet verteld van het lachen. Dat dus die combinatie is. En tegen dat ik het kan zeggen, is dat niet grappig. Nou, dan is het niet altijd zo leuk voor de anderen. Hè. Maar als de anderen snappen, dan is het goed. Hè. Dus gelijk in een stuk, hè, als je de slappe lach krijgt en het publiek begrijpt waarom, is het niet erg. Ik heb met Lucas van den Einde een stuk gespeeld en ik moest het licht uitdoen in bed aan zo'n koordje. En ik trok daaraan en ik had dat koordje in mijn handen. Hè? En wij schoten in de lach, maar dan is dat niet erg. Maar ja, anders is het niet zo interessant. Om maar te zeggen hoeveel we hebben gelachen. Ja, casa salami, ik snap het wel. Ja. Zo, hè.
Ja, maar dus die verkeerde naam, dat weet ik niet meer, mannen. Ja. Nog even iets een beetje serieuzer over het personage van Linda. We hadden er met Rebecca even over. Dus omdat met de tijd die nu... Ja, we zijn nu bijna 20 jaar later. Mensen die in zo'n situatie, gelijk zij, komen werken en die hun thuisproblemen meebrengen. En de combinatie met de stress op het werk, dat kan soms te veel worden. Nu zou er al rapper het woord burn-out opgeplakt worden en zou er op een bepaalde manier ook iets meer mee gedaan worden vanuit de collega's en zo. Dat zou kunnen, dat weet ik. Is dat? Ja, toen bestond dat toch niet toen, echt, hè? Het heeft niemand bij Linda ooit gedacht aan burn-out of zo, toen, met dat personage. En nu, als je nu zo iemand op je... Is burn-out, denk je? Ah ja, nee. Als iemand in zijn leven door van alles gaat en er is ook nog een keer van alles aan het veranderen op het werk tegelijk, is meestal het begin wel, van... misschien wel. Ja. Maar ze heeft wel... Ja, de vraag is of zo'n Linda zich wil laten helpen. Dat is de vraag. Alhoewel ze dan met... In zekere zin... Stel je voor dat er dan zo iemand zou komen die zegt, Linda, kunnen we... Oh, ik zit zo voor mij. Zo in dat bedrijf dan, Linda, misschien moet je... Ik moet met u niet spreken. Dat is allemaal in orde. Bij mij is alles prima in orde. Ik weet niet of zij zo snel... tenzij dat dan misschien... Dat ze daar dan een mogelijke partner in zien of zo. Ja, klinkt echt. Het moest dan een hele knappe man zijn. Dan weer wel. Maar dan zou dat toch ook wel weer tot de meest hilarische toestanden leiden. maar ik weet niet, in het echte leven zou het wel eens kunnen dat... maar ik weet... Zij is... Ja, ze reageert dan wel heel emotioneel, maar ze heeft ook een heel dik harnas, hoor. Ze is een schild. Ze is een schild. En ze heeft pijlen. En ze schiet. En ze probeert dat harnas rond zich. Zo zie ik het dan. Maar het is interessant om te bedenken dat nu dat misschien wel... meer een naam zou krijgen. Ja, het is wel 20 jaar. Het is wel veel veranderd in 20 jaar. Ik sta daar ook aan te kijken. Ze heeft het wel getroffen, maar eilandgenoten natuurlijk, die altijd luisteren als ze een keer iets wil vertellen. Hè. Ja, maar ze vinden haar bizar. Hè. Ja, dat als wel. Als ik zo heb gekeken naar met die Nederlandse... die oefening dat ze daar moesten doen. En je ziet die koppen naar haar kijken, jong. Het is om je dood te lachen, maar... Het is wel, qua steun, ze vinden haar raar, maar ze pakken haar erbij of zo. Dus het is iemand die naar de directie gaat en zegt, ik wil daar niet meer mee werken. Zo erg is het niet. Nee, zo erg is het niet. Hè? Misschien kunnen we daar nog een keer naar kijken, Christophe. Ja. Naar de scène met Nolleke. Nolleke, zo heette ze, ja, Nolleke. Ja, nee, het komt niet. Allee, kom aan, zeg. Maar ja, normaal komt het als ik voor een publiek sta en nu komt het niet. Wat was jullie werkwoordje, Linda? Eerlijkheid. Ja, zij wou niks voorbereiden, hè. Wachten tot op het moment zelf en nu staat ze daar. Ik wil wel zeggen dat mijzelf en mijn vriend absoluut geen schuld treft. Wij wilden iets maken rondom bakker en een eerlijke krant. Dat was toch perfect geweest, maar ja, zij wou niet. En nu staan wij hier, gelijk als apen op de voor. Eerlijk. Eerlijk. Lijk, eert de vreemde als u gelijke. Honesty, honesty, such a lonely word. Oneerlijk, nee, geef mij maar eerlijk. Ja. Die koppen van die mannen en die vrouw die aan en die...
Oh, die Bruno, maar echt waar. En dan die Wim, die daar dan zo schaapachtig mee lacht. Het is zo goed. Het is zo goed. Ja, Frankie is er oprecht voor te vinden, hè? Hij vindt dat echt wel een geest, hè? Ja, maar toch ook. Die tweede blik is dan toch van... Ja, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Nee, Frankie dacht iedereen, op dat moment nog in competitie, hè? Hij dacht, het is hier met groepjes tegen elkaar. En hij dacht direct ja, van, oké, okay, van de die hebben we gewonnen. Ja, ja. Oh, mijn jongens, toch. Oh, mijn jongens, toch. Heb je daar uw eigen ding mogen doen? Ja, dat vraagt mij ook af. Ik weet dat niet meer. Ik weet dat niet meer. Ik weet dat. Heel hard even. Slappe lach had mij. Wat was jouw woordje, Linda? Ja. Wat was jouw kennismaking? Dat weet ik niet meer. Ik denk dat ik een beetje geïmproviseerde. Ja, maar dat dachten wij ook. In ons hoofd was dat ook. Ja, het is dat te echt. Dan wel. Maar dan wel dat opnieuw gedaan. Maar daar zal wel zoiets gestaan hebben van... Ja, feit dat ze dan wou wachten tot het kwam. Wat was jouw woordje? Maar we hebben daar zo mee moeten lachen om de manier waarop dat... Alice dat zei. Oh, dat komt dat zo terug, weet je wel. Dat komt dat helemaal terug. Ja. En dan keken zij op een manier naar mij dat ik nou niet kon serieus blijven. Dat is toch fantastisch, die blikken, jong. Die Bruno ook. Oh, mijn jongens. Oh, hoe is het mogelijk? Ja. Ja, ik zie de mami uit Van Eijs, zou ik ook exact dat nog doen. Is dat soort, ja, ja. Die had ja. ook soms van die artistieke ja, uitspattingen. Ja. Hier was een kleine overeenkomst, ja. Ja. Dat is waar. Ja. Ja, ze heeft ook gezongen, hè, die man van mij. Ja, ja, die had toch ook soms zoiets iets voorbereid, ja, ja. dat ze dan zo bracht? Ja, 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 ja. Maar ja, op dat moment zou ik dat wel terugkomen. Ja. En ook... Had nog één personage in de Gloria ook die artistiek was, hè? Ja, die vindt die kots. Met die kots, hè? Met die kots schilderij. Maar die sprak, dat was een kempissen, hè? Want dan zei ze, ja, we willen dan een zonsondergang met de nemen aan. Dan eten we wel tomaten of zoiets, zei ze. Ja, hij doet wel. Eten we wel heel de week tomaten. Ja, dat was met de Lucas. Oh, daar hebben we ook mooie jongens toch, maar echt waar, zeg. Maar hij doet veel verschillende dialecten, hè? Ik wist al zelf niet dat ook Oost-Vlaams was. Ja, maar dat doe ik graag, dialecten. Ik heb ook voor een stuk heb ik wat Gens geleerd ook. Maar echt, Oostenblief, hè? Dat soort. Hè? Oh, wauw! Ja, maar dan alleen de teksten die ik moest kennen. En Bob de Moor had dat allemaal ingesproken voor mij, ja. Cassette recorder. En dan moest ik dat allemaal in het Gens doen. En in de tijd naast de Minara had ik Café de Marimain, dat is er nog, maar bon, dat was ja, dan, dat is er nog, ja. En je had daar Huguette, hè, dat was degene die dat café uitbaatte. Een echt Gens, hè. En ze zei, kom kijken, meisje, of dat goed doet, hè? Kom kijken. En ik dacht, oh jong, en ik speelde en ik zag ze subiet zitten, midden van de zaal, En ik zei daarna, en u get, en toen zei ze, het is goed meisje, je zei pas echt. Dat is jongens toch. Je zei pas echt. En dan kreeg ik wel complimenten zo van mensen die Gentenaren, die zei, ik zei in dat stuk, zei ik ben Daphne van Afsnee, zei ik. En dan waren er Gentenaren die zeiden, ja, van Gent is ze niet, maar afsnijd zo kunnen. Amai. Dat was een groot compliment. Zo streng. Ja, 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 maar ik hoor dat ze biedt. Ik hoor dat ze biedt dat je geen echte Gentenaar bent. Ik hoor dat direct. Maar in de Gloria doet ook keer uit Aalter, hè? Dat vond ik vrij grappig. Met de Poekenbeek. Ah ja, allemaal ah, jongens. Ah ja, ja, van die boeren. Ja, ja, ja. Maar ja, zo'n beetje dialecten, dat is leuk, hè, als je dat wat kunt nadoen en zo. Ik ben van oorsprong een Kempense en ik woon in Oost-Vlaanderen, in Lokeren. Maar ik ben een Kempense, maar ik heb Antwerpse ouders. Dus die twee dialecten beheers ik wel.
Maar dan voor de rest, alleen beheersen dat campus ook niet zo, man. Ik smijt dan zo alles een beetje bij elkaar. Hè. Alle campussen klanken, hè, als dat zo allemaal klinkt. Hè. Dat doe ik graag. Hè. Maar ja. Nee, ja. Dialecten, ja. Maar goed, ja. Ja, we zaten nu toch bij het artistieke van Linda. En dan ga ik ook even nog een luisteraarsvraag van mijn zus eigenlijk ertussen gooien. Dag Tanja, Veerle hier, de zus van Christophe. En net zoals mijn broer zijn we eigenlijk allemaal een beetje fan in ons gezin van het eiland. Dus er zijn ons wel een paar dingen opgevallen. Wat mij is opgevallen aan jouw personage is dat ze kunstzinnig is. En op een bepaald moment neemt ze ook een kunstwerk mee. Linda neemt een kunstwerk mee naar het werk. Zo een soort blauwe klok met een gele bol erop. Ik weet eigenlijk niet wat het voorstelt. Maar mijn vraag is eigenlijk, wie heeft dat gemaakt? Stelt dat effectief iets voor? Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, het is iets dat mij altijd is bijgebleven, dat er daar zo raar kunstwerk staat. En ik had dat graag wel eens van dichterbij gezien. Dus het zou leuk zijn als ik het verhaal daarachter te weten kom. Dank u wel. En wel, dan moet ik u toch teleurstellen, want ik weet dat allemaal niet. Ik denk dat mensen van de productie hebben daarvoor gezorgd dat daar iets binnenkwam. Ik heb daar zelf niets mee te maken. Nee, echt waar. Dat is nu iets, daar had ik ook geen zeggenschap in, of dat was ook niet bedoeld. Nee, gewoon. Dan heeft iemand gezorgd daarvoor van de ploeg. Die zorgen voor de requisieten, die zorgen dat er op uw bureau staat waar dat er staat en welke stoelen het zijn en hoe het gebouwd is allemaal en welke bloemen er staan en wie welke bik heeft, weet je wel? Ja. Dat zijn requisiteurs, jongen, dat zijn helden. Ja, een postkaartje van Stef Wouters achter hun bureau. Oh, maar dat wordt allemaal voor u gezorgd, dat moet ik allemaal niet meebrengen, hè. Ik bedoel, als ik aan iets repeteer op theater en ik op een gegeven moment moet ik een handeling doen, dan denk ik, weet je wat, ik neem wat toosjes mee van thuis en een pot confituur. Dan zorg ik daarvoor. En dan uiteindelijk wordt dat in dat stuk, is dat dan uiteindelijk geworden dat ik spek met eieren bakte. Maar dan op een gegeven moment, als je dat dan speelt en je hebt iets of productiemedewerkers, dan moet jij zelf die eieren niet kopen. Alhoewel, dat is niet waar. Zo. In theater moet je tegenwoordig veel zelf doen. Maar op een set, op een set in de serie, moet je echt niet zelf dat doen. Dat wordt voor je gedaan. Gelijk ook je kleren niet zelf hoeft te gaan kopen, die je aandoet. Dat wordt voor je gedaan. Terwijl in theater wil ik wel eens hier op mijn zolder heb ik een soort, heb heel veel kleren die ik bijhoud. Dat ga ik zelf zoeken. En dan komt er een costumière en die. Maar dat is toch anders. Dat is anders. Op een set wordt dat allemaal voor u. Nee, dus ik weet het niet, dat kunstwerk. Was dat heel zwaar of lijkt dat maar zo? Maar op dit moment zijn dat zo aan het wegsleuren. Jawel. Dat weet ik niet meer. Dat zou wel echt geweest zijn. Ja, dat was zo'n gevaarte, toch? Ja. Ja. Ik weet dat nog, als ik was 15 jaar als ik dat voor de eerste keer zag. En ik weet nog dat ik dacht van, wat is dat? Een mobiel? Geen idee wat dat is. En dan zag ik dat. En dan vond ik het nog vreemder. En ik dacht van, misschien ben ik gewoon te jong om te weten wat dat is. Dat zal mij later wel duidelijk worden, maar het is me dus nooit duidelijk geworden wat dat nee, is. Nee, maar het was van een kaliber dat je moest begrijpen dat daar niet kon staan. Ja, want ze vragen op een gegeven moment, ik wil kunst op de vloer. Ja. Maar als je dat zo een keer kijkt, hoe dat in kantoor aangekleed was, dat ging echt vol met posters, kindertekeningen, weet ik wat allemaal. Dat je zo pijst van, ja, wat valt dat op als ze zijn nu een schilderijtje meebrengt en ophangt? Nee, natuurlijk als dat zo gevaard is. Nee, dat was haar idee van, ja. Maar dan komt mijn ex dat toch nog. Dan halen wij dat dan niet uit de koffer of ja, zo. Ja, ja, ja. En dan stoot hij zich nog aan die kofferbak. Ja, ja. Zie, dat komt nu terug. Ja. Met die Jan van Loveren, joh. Ja, ja. Hey. Die was toen maar net.
net zijn haar toen besloten van voluit speler te willen zijn. Ja. Ik kende hem van Kat en Co, maar voor de rest deed hij nog niets. Hè. De jury en al, dat was nog niet. Hè. Ah ja, amai, zo van Jim Mobile was dat. Nee, hij deed iets totaal anders daarvoor. Ik ga misschien weer iets fout zeggen, maar ik denk dat hij dat een bakker was. Ja, maar ik denk dat ook, pijs dat ik dat ook wel een keer gehoord heb. En ik weet dat wij toen met elkaar spraken en dat hij dat zei en dat hij zei, ik heb ervoor gekozen om dat roer om te gooien. Ah, amai. Op de set van Thailand, toen was dat. Ja, nee, dat was misschien al daarvoor, maar hij vertelde mij dat toen. Nee, dat weet ik allemaal niet. Maar ik heb hem daarna ook niet meer ontmoet. Wel, Kat en Co speelde toen op tv. En er zijn toch een paar acteurs die zo'n heel kleine rol hebben in Thailand, die wel al in Kat en Co iets groter hadden, maar dat was niet zo gekend. Maar onder andere Nathalie Meskens. En die komen allemaal zo heel kort in Thailand even. En, maar dan daarna zijn dat veel grotere namen geworden. Maar we hebben eigenlijk nog een luisteraarsvraag dat een beetje aansluit op uw het willen inrichten. Het kantoor met de kunstwerken. Misschien moeten we een keer luisteren. Ja, het is een luisteraarvraag. Niet gericht aan Tanja, maar gericht aan Linda. Ja. Ja, hallo. Goeiedag, mevrouw Hombroeks. U spreekt met Fons Mertens, de huidige creative director bij Sinalco Medics. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Dus om het jaar wat goed in te zetten, willen wij namelijk de werkvloer wat opfleuren en willen dit doen met kunstwerken. En via een zekere, wat is de naam nu? Guido Pallemans, ja. Vernomen wij dat u ervaring heeft met kunstwerken en met name met mobiele. Maar daarom zijn ze er nog met een vraag om dat mobiele elektriciteit te vragen. Vroegen wij ons af, wat is eigenlijk het beste daarvoor? Is dat laagspanning, gelijkspanning, hoogspanning? Want ja, u begrijpt natuurlijk dat we geen pannen willen veroorzaken op kantoren. En mijn tweede vraag is, we gaan de kantoren ook herschilderen, maar de kleur is momenteel nog een beetje kwestie van debat. En vermits u een creatieveling bent, dacht ik van, ja, we kunnen het even vragen. Hè? Er is ons verteld geweest dat u ooit een zetel had in de kleur simili. Nu hebben wij even zitten opzoeken, maar die kleur vinden wij niet. Wij weten niet welke kleur dat is. Dus zou hier van mogelijk een voorbeeld, een sample of een staaltje kunnen opsturen of het de kleur beschrijven, want we hebben geen enkel idee. Alvast bedankt en prettige dag verder. Hè. Speciaal, hè? Maar dat gaat nu niet op dit moment in mijn leven, zou Linda zeggen. Dat gaat niet. Nee, ik denk dat... Dat gaat niet. Ik kan... Die kleur, als je die kleur dan niet kent, dan denk ik ook niet dat ik zaken kan doen met die persoon, wiens naam ik nauwelijks kon verstaan trouwens. Oh, ze moet mij allemaal gerust laten, sorry, dat zeggen. Hoogspanning, gelijkspanning, zoek het uit, man. Vraag het aan Roger, hè. Vraag het niet aan mij. Ik kan geen enkel antwoord... Advies. Dat zou ik zeggen als Linda. Advies geven. En wat schuift dat? En afhangende van de vraag van meneer, kunnen we er misschien... beter een rechtstreeks contact over hebben dan dus misschien kan hij mij een keer inviteren of zo en dan kunnen we het er eens over hebben. Maar zo? Nee. Dat is gemakkelijk. Linda op leeftijd. Linda op leeftijd. Ja, kom. Goh, maar ja, echt, ik kan niet antwoorden. Wat zei jij nu van die kleur? Een kleur. Heb ik dat ooit gezegd? Ja, hij verwijst naar die zetel van op die vijf. We hadden vroeger ook zo'n zetel bij ons thuis. Zeg, maar nu zit ik te denken. Van die vijf, dat komt ook al. Dat is ook nog
Ja, die hebben we nog helemaal niet besproken. Dat er is ook nog Linda. Ja. Ja, met ja. Haar helemaal uit een poedel. Ja, zo creepy. Oh, dat was ik helemaal vergeten. Oh, ik moet echt dringend gaan kijken naar de DVD-box. Ik ga echt weer kijken. Maar dat komt ook allemaal nog. Oh, dat is ook allemaal zo gênant als iets. Oh. Echt waar. Amai, zeg. Mijn geheugen wordt behoorlijk opgefrist nu, hoor. Maar simili, is dat toch geen kleur? Nee, dat kleur heeft er, denk ik. Dat komt, dat kleur, ik ga moeten zoeken, simili, maar dat kleur is toch zelf een stof, ja. Heb ik niet weten voorkomen in... Zeg, een hoogspanning gelijk? Ah, hij bedoelt voor mijn mobiel. Voor die mobiel, ja. Ja, dat is laagspanning dat hij nodig heeft. Ja, daar zitten we ook nog niet op. Is dat zo? Wel, hoogspanning zal het niet zijn, hè? Die nek zit dan op een gegeven moment in de kabels en dan vallen de lichten daaruit en dan stoot Sammy zijn knie. En dat zet alles in beweging natuurlijk. Hè. Oh, dat kan wel vergeten. Amazing. Oh, jongens. Ja, kijk, maar daarom zijn wij er, hè. Het is buren wel veel. Oh, maar echt... Amai, ik val van de ene verbazing in de andere. Ja, maar kijk, onze luisteraar Fons, die dus die vraag gesteld heeft... Ja, en zijn e-mailadres was ook echt... wat zeg ik nu? adsinalco.com. Dus ik denk niet dat hij antwoord zou kunnen krijgen. Nee. Hij mag mij bellen. Voilà, kijk, we zullen mij even doorspelen. Of hij mag contact opnemen via Messenger. Nee, ze zegt, dan komt er zo'n subiet. Oh, stel je voor, subiet allemaal mens. Oh. Ja, maar dat is dus ons luisteraarpubliek, hè. Dat is echt gasten van in de 20. Geweldig. Ik vind het fantastisch, maar je moet je voorstellen dat het voor mij veel verder weg ligt in mijn herinnering dan voor jullie. Dat is het absurde ervan. Ik heb het allemaal gespeeld, maar het ligt bij mij veel verder weg. Dus het sijpelt zo. Ik had het al wel doordat ik dan fragmenten bekeek, dan komt het al terug. Maar nu komen er zo dingen terug dat ik denk: zeg. Hé, daar staat er. Oh, ja. My. Dat is eigenlijk een van mijn leukere. Dit is geweldig. Dat ze zo op een moment vraagt of er nog iemand naar de nachtwinkel gaat. Ja. Wat er nog iemand naar de nachtwinkel? Ja. Ah ja, alles is op. Ook zo bot, hè. Ook zo bot weer, hè. Ze gaat het zelf ook niet doen, hè. Nee. Zelf gaat het niet gaan. Nee, het moet iemand anders gaan. Tuurlijk niet. Vijandig. Aanvallend altijd. Aanvallend om zelf niet gekwetst te moeten worden. Dat is het. Als je dan een mooie... Dat is het eigenlijk. Niet dat ik dat zo bewust dan zo speel, maar als ik dat dan terugzie, denk ik, ja, kijk, dat is het. Ja. Bang om gekwetst te worden, gekwetst zijn, en daardoor... Hang. Want dan... Hé? Oh, wat erg, zeg. Maar ja, en dan komt Bucky, en dan is dat... Voilà, dat is hem. Dat is de man. Dat is op zat te wachten, hè. Ja. Oh. Ah. En dat gaat allemaal niet. Oh, nee, dat gaat allemaal fout. Oh. Is Linda het personage dat je het liefst naar terugkijkt? Of kun je dat moeilijk op antwoorden? Van alles wat van ik al gespeeld heb. Van Jan Eelen, hè. Ja. Nee, dat zijn er meer. Dat kan ik zo zeggen. Ik kan niet één zeggen. Als ik nu heel snel denk van wat ik allemaal gespeeld heb, zijn er te vele die ik graag gedaan heb. Echt waar. Gaande van de mami, gaande naar die vrouw die niet goed kan, die vals zingt in de kerk. Qua personage zo, hè. Die vrouw, die was een van de eerste dingen die we opnamen, was goede vrienden komen langs de achterdeur. Dat was een van de eerste dingen. Met mijn eigen hondje daar nog in. Ah. Ja, en dat hebben we over laatst ook teruggezien.
Ja, die ligt zo op een gegeven moment zo bewegingsloos op zijn zij. Zo. Ja, geweldig. Hè? Die, ja, Keeshondje. Hè? Heette ook Kees. Ja, schone herinnering. maar nog ze. Er zijn er te veel die ik graag gedaan heb. Die, ook die Kempense met God. Alle, ja, eigenlijk, ik kan... Dat is gelijk, mensen vragen aan mij, welk stuk heb je nu het liefst gedaan? Dan kan ik ook niet zeggen dat. Omdat er te veel dierbare herinneringen of aan verschillende zitten. Dus ik kan niet zo ene noemen. Nee, ik zou niet kunnen kiezen. Maar ik kan sowieso heel slecht kiezen, hoor. Je hebt er een paar... Is er eigenlijk iets geweest van Jan Helen dat je niet aan hebt meegedaan? Ben daar nu over aan het nadenken. Wat zei jij? Is er iets van Jan Helen dat je niet aan hebt meegedaan? Ja, Cowboy. Ah, nee, daar... Nee, daar heb ik ook niet aan gedaan. Oh, dat is ook zo'n geweldig personage. Ja, weet je niet meer. Ja, keep on tripping, ja. Oh, geweldig personage. Is er iets waar... Hilde? Ja, keep on tripping moet toch de quote zijn dat het meest van al nog altijd hoort? Nee? Nee. Dat is toch kaka. Nee, eigenlijk niet zo. Er is een hele lange tijd geweest dat ik... dat bij Van Eijgens, dat is ook nog wel een mooi verhaal... is jaren daarna nog, als mensen mij zagen, maar ik heb in de jaren andere kapsels gehad. Hè. Dus ik heb op een gegeven moment bijvoorbeeld 4 jaar rondgelopen met een soort krullen permanent, omdat ik een oude vrouw speelde in een heel mooi stuk van Studio Orca, Zoutloos. Dus dan herkenden mensen mij niet. Dus als ik zo mijn haren heb, lek nu zo, dan gebeurde het wel dat ze mij uiterlijk herkenden, maar wat er vooral gebeurde was de stem. Dus als ik met een blokker vroeg, verkoopt u ook dat of dat? Oh! Of zelfs in de supermarkt, in een rayon zo, die stem. Hè? Dat wel. Nu ben ik met een draad kwijt wat ik wil vertellen. Wacht. Ja, van de quotes. Hè. Dus dat je dan de mami, dat herkent wel eens de mami, maar echt als een quote, dan niet zozeer eigenlijk. Eerder dingen als, zullen we dat afspreken? Dat is wel een quote die veel kwam, terwijl die niet van mij was hoor, maar zullen we dat afspreken? Ja. Er worden nog veel aangesproken over het eiland zelf. Nee. Ah, nee. Als ik al word aangesproken, is het toch meer op... Ja, dat is nog langer geleden natuurlijk, maar op Van Eijgens. Ja, dat is voor mij... Ja, zijn voor mij ook al vereeuwigd daar. Van Eijgens, ja. Van Eijgens eerder, of in de Gloria, maar... Het Van Eijgens gegeven... Ah ja, dat was de anekdote. Nu ben ik er weer. Wij speelden dat. En ik stond in een winkel. En er was een vrouw die naast mij stond aan de kassa. En die zei... Oh, madame, weet u dat u enorm lijkt op dat madameke van Van Eijgens? En ik zei... Ja, maar dat, ik ben dat ook. En toen zei ze... Ja. En toen liep ze weg. Zo even te zeggen, maar joh, dat kan iedereen wel zeggen. Maar ook weer omdat mensen dachten, ik was daar altijd wat opgemaakt, mijn haar een beetje gebombeerd zo altijd. Je zag er vrij goed en denken mensen dat je groter bent. Groter, meer opgemaakt. Dus mensen vonden altijd dat ik daarop leek, maar dat ik dat was niet. Tot ze mijn stem hoorden. Dan wel. Blijkbaar heb ik dan een herkenbare stem of zo. Maar op het eiland word ik niet aangesproken. Eigenlijk, ja, dat zal dan vanaf nu misschien veranderen. Hè? Ja. Maar, hè? Ah ja, hij is super bekend. Nou, voilà. maar dat kan ik niet zeggen dat dat zo gebeurt. Nee. Maar wel die Van Eijgens, dat was echt zoiets... En dat
mensen, in het begin weet ik nog dat mijn schoonvader die zei, als hij van eigen zo een maand op tv was of zo, die zei, wat moet hij toch aan mij halen? Dat is dat toch iets onnozel, allee, dat is toch onnozel. Ja. Mensen wisten in het begin niet zo goed wat ze daarmee moesten reageren. Mensen spraken mij daar niet over aan in mijn gemeente, in Lokeren, niet meer, tot het gedaan was. En toen het gedaan was, zeiden mensen, goh, we dat even zeggen, we hebben daar zo van genoten, het is zo spijtig. En ook mijn schoonvader was inmiddels helemaal om. Van, allee, nee, nou, wat er nou komt, dat trekt op niks. Wat kwam er dan erna? In de groep, ja. Nee. Achterman met hond, ja, sorry. Ja, daar kwam toen iets anders. Was dat onderhanden? Dat is nog later. Ik weet dat niet meer wat dat was, maar om maar te zeggen dat ik, nee, om nu te zeggen over het eiland, nee. Maar wat ik wel hoor, is dat wat jullie daarnet zeggen, van, dat veel jonge mensen daar wel naar kijken. Maar ik ben inmiddels, vergis u niet, ik ben 20 jaar ouder, dus een jonge iemand connecteert mij daar absoluut niet mee. Als een jong iemand mij ziet, denkt hij niet, hey, dat is Linda, want ik zie er wel 20 jaar ouder uit. Hè? Ik ben echt niet meer... Dus er is wel een groot verschil, hè, mannen. Ja, maar als ik... dus soms ook radiospotjes, hè? Denk ik. Heel zelden, ja. Maar ik had er onlangs... Want ik was toen net met u aan het chatten. Dat was heel grappig. En ik hoorde nu op de radio en ik dacht, wauw. Ja. Oh, want ik doe dat bijna niet. Zelden. Ze vragen mij... Ofwel moet ik weer zeggen dat ik niet kan, omdat ik dan aan het repeteren ben... Maar het moet echt iets zijn om te spelen dan, of zo. Ja, ik kan me niet herinneren wat dat was. Maar als ik dan uw stem hoor, dan is dat al direct... Ah, Linda Brooks. Die stem wel. Dus die stem blijkt zeer herkenbaar te zijn. Straf, hè? Voilà. Natuurlijk, in Thailand speelt geen enkel acteur... Ja, er zijn veel acteurs die rollen hebben die veel dichter bij hun eigen motoriek en elderij en doeningen zijn, staan... In het eiland speelt iedereen echt wel nog redelijk niet wie dat die zelf is, hè? Ja, ver van, hè. Ver van, hè. Ja. Allemaal, eigenlijk, zo. Ja, ik vind... Als ik nu zo even nadenk, denk ik, allee, jongens... Ja, Ann Miller misschien nog. Ann Miller staat misschien nog tekst bij Liesje van... Allee, gewoon qua doening, niet qua karakter, maar wel qua doeningen, zo. Die gaan nog... Ja, misschien... Ja, maar die speelt minst absurde personage. Ja, zij speelt zo meer de personage. Ja, Linda wordt ook soms zo... ingezet, vind ik. Er zijn scènes waarin dat hij juist niet dat karikaturale moet spelen, waardoor hij juist de normalere zijt, waardoor dat die andere veel grappiger overkomt. Ja, wel, ja, dat is het, hè. Maar dat is de samen, dat is het geniale daaraan. Dat is zo goed. Zo goed, ja, bedankt. Als je er zo bij komt bij Leslie, dat vond ik ook een goede scène. Die vriendin met die pil, ja. Ja. We kunnen dat niet doen. Er mag liggen pompen. Ja, met dat gevalletje daar. Ja. Bollet af! Ja. Ja, dan moeten we weer vertrekken. Ja, dan zijn hij toch ook wel de normale. Wow, ja, eigenlijk wel. En hulpzaam. Behulpzaam, ja. Eigenlijk. Ja. Eigenlijk. Wow. Ja, dat was een beetje out of character bijna daar. Ja, hela. Daar is ze niet bot, hoor. Ja, dat was een van de weinige personages waarvan ik niet weet waar zit die over de middag. Ah, ja. Wie? Linda? Ja, Linda is altijd over de middag, hè, tijdens het eten. Je ziet die nooit. Ja, maar die gaat... Met Chantal gaan eten, hè. Die gaat ergens een broodje eten en een glas wijn drinken. Zo naar boven. Elke middag. Denk dat wel. Elke middag. Ja, om haar zorgen om het aan te kunnen en zo, denk ik dat die... Of die eet niet. Dat is ook... Had ermee dat hij kon mee gaan eten. Nee, die eet niet. Die eet niet. Dat is... Die eet... Gewoon een rooikoesoepje. En nog een zwarte koffie. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. De maag is geblokkeerd en al. Ja, dat is niet. Die eet geen goede eetpatroon. Die is veel te... Nee, die eet niet, jong. En wat doet hij dan? Ja, die staat dan ergens... Kroken. Ja, denk ik. Of die... Ja. Ik denk niet dat die veel eet, hè. Ik eet... Nee. Kijk, dat... Nee. Denk ik niet. Ik weet dat allemaal niet, ze mannen.
Nee, die staat te roken en probeert te bellen naar Roger. Voilà. Ja, zoiets. Bellen met vriendinnen ook. Bellen, hè. Ja, want Roger staat op sociale media, dat ging nog niet, hè. Nee, voilà. Dus bellen, roddelen. Roddelen en ja, afzien, hè. Zoals de kinderen naar hem denken? Ja, dat weten we ook niet. Ik denk dat niet. Nee, die hebben geen kinderen. Misschien maar goed, hè. Ja, maar pas op. Wie weet, wie is die tegengekomen, hè, die 20 jaar daarna? Moet misschien dat doen, het eiland maken 20 jaar later. Ja, papa. Van ons mogen dat zeker voorstellen. Ja, ja. Waar staat ze dan, jong? Waar staat ze dan? Oh mijn god, toch. Oh, geen idee. Daar moet ik echt over nadenken. Nee, daar moet ik echt over nadenken. Nee, want Roger is met Carla. Nee, dat komt niet goed. Dat kan ik hem niet vergeven. Ook niet aan terugkomen, zeker. Kom, zeg. Nee, hoor. Nee, dat niet. Maar ze is misschien wel iemand tegengekomen. Misschien iemand in die kunstrichting of zo, hè. Ja. Dat ze toch iemand is tegengekomen. Een latrelatie. Maar kinderen, dat weet ik niet. Ik denk niet. Kinderen, dat is geen goed idee, denk ik. Alhoewel, ja, dat weet je niet. Hè. Dat weet je dus niet. Hè. Oh, daar moet ik over nadenken. Oh, nee. Zover heb ik niet. Nee. Oh, nee. Want wij hadden ook onze vraag gesteld van... Heeft er iemand nog vragen voor Linda? Allee, voor Tanja van der Sanden. En we hadden dat dus gevraagd in een Facebookgroep. Een privé Facebookgroep van het eiland. En de vragen die daar allemaal zijn uitgekomen, dat was extreem. Ja, ah, ik heb het. Wacht, zal ik de beste eruit halen? Heb ik nog budget? Ja. Is er ook een vraag? Ooit last gehad van gluurders? Van? Gluurders. Dat zal zeker zo zijn. Wel, ze heeft toen een keer een gluurder onder haar bureau. Ja, want dat is dan ook een vraag. Is ze al bekomen van het rockincident onder de bureau? Mooi, jongens. Maar dat vond ik fantastisch om te spelen. Echt, echt waar. Oh, dat vond ik zo heerlijk. En dan gelijk een mitraillet. Ja, daar is... Jij kunt dat niet weten, want jij bent een man. Een vent. Jij bent een vent, ja. Oh, heerlijk. Heerlijk om te spelen. Van bekomen, jazeker. Jazeker. Maar... Bent je een visliefhebster? Dat staat er ook. Ja, ze al die... Ja, het is wel één die zich afvraagt of ze dan ooit zou werken. Ja. Wat doe je nu van werk? Ben je nog altijd op bij Sinalco? Ja, dat goeie is vraag. Een goede vraag, hè. Ja, maar is die niet ontslagen, denkt ze? Ik bedoel, wat heeft er allemaal nog gebeurd? Misschien een relatie gehad op het werk en daardoor ontslaan of zo, dat zou misschien nog kunnen. Of zo, worden daardoor ontslaan? Ik weet dat niet. Maar ik weet niet of zij zo avontuurlijk is om te zeggen, ik ga stoppen met dat werk. Dat weet ik niet, maar het hangt ervan af wie ze tegenkomen is. Kijk, als ze natuurlijk, dat zou wel iets voor haar zijn, als ze natuurlijk zo iemand is tegenkomen, gelijk nu zo in die serie, ik heb daar een heel klein stukje van gezien, van de Monaco-vrouwen. Hè? Die vrouwen die zo, dat zie ik nog wel ze bij haar. Ah ja, dat ze zo dat ze zo'n rijken is tegenkomen. Ja. Ja, wel, dat zie ik nog wel ze. Jackpot. Dat zie ik nog wel ze. En dan zo in Monaco en dan... Ja, en dan zo met dat... En hij houdt wel van dat botten ook. En dat zie ik wel. Ja, dat is misschien wel iets. Ja. En dan kan ze haar kunst doen en al, weet je wel. Ja. En die man, ja, dat denk ik wel. En dan vertoeft ze zo van... Hé, maar dat zie ik wel. Ja. Ja. Daar verschieten van, hè? Ja. Ah, zou ze dan zeggen. Daar verschieten van, hè? En dan gaan ze zo nog een keer terug naar die Sinalco. Want het is misschien een CEO van een of andere. En dan komt ze zo mee binnen. Linda? Ja. Wauw. Ziet er wel hun. Self-made woman. Daar verschieten van, hè, zeg ik dan. Eerlijk. Kan ik dan zeggen. Ah ja, dat heb ik ook wel. Als mensen echt precies eerlijk zo dat zeggen,
Ja. Vloep dat dus wel nog altijd in mijn hoofd van eert de vreemde als uw gelijke. Dat komt bij mij wel echt in mijn hoofd. Nou, bij u was gek, zelf al niet meer. Maar ik heb dat nog altijd last van. Nee, ik moet me inhouden om het dan zo niet met de handgebaren te doen. Eerlijk. Nee, het meer dan maar oneerlijk. Geef me maar. Ja. Oh, wat eerlijk was dat. Ja. Nee, maar ik denk dat... Ik bedoel... Ze is iemand tegenkomen op een zwak moment, denk ik. En die heeft daar... Ja, denk het wel. Het zou mooi zijn, hè? Dus ik zou het haar gunnen. Oh, van die sakkosje, van die duur sakkosje en al, krijgt ze dan. Wow, dat zie ik wel. Stel je voor. En als dat niet is, dan is ze nog alleen, vrees ik. Dan werkt ze nog meer zien afkomen. Oh. Is ze nooit meer aan de man geraakt. Nee, dat gaan we niet doen. Geven ze naar rijken. Ja, ja. Of ze dan gelukkig is, is de vraag, hè. Maar ik ga ze toch een kans geven. Ik gun het haar. Ja. Zo grappig om daarover te spreken, terwijl die niet... Ja, is. Ja, grappig. Nou, vraagt u van veel af hoe dat dan gekomen is. Ja, op een of andere manier, die bestaan wel ergens in het universum, hè. Die... 10 personages. Jawel. Het is ook wel soms fijn om daarover te fantaseren. Of ook als je zo'n personage speelt in een stuk, is dat ook. Hè. Je geeft die op den duur een leven, je weet op den duur wat die graag eten en al. Ja. Of vis, hè. Maar het is, een vis eet. Oh, geweldig. een vis eetster. Visliefhebster. Ja. Dat alleen al, dat woord alleen al. Helemaal niet. Nee, maar het is wel geestig om dat zo te bekijken, terwijl ik daar niet zo... Als je dat speelt, dan gebeuren die dingen... Ja, moet ik dat nu zeggen? Intuïtief is het ook niet zo, maar je denkt daar dan niet zo ver en diep over na, van wat zou er met haar gebeuren binnen... Of wat zou er met haar gebeurd zijn? Dat is vreemd, maar dat... Het is raar, want bijvoorbeeld bij een mami van eigens kun je zo eigenlijk... Dat kan zo blijven bestaan. In de situatie waarin het is. Terwijl bij zo'n Linda zijn er mogelijkheden die ook minder evident zijn. Die minder vanzelfsprekend zouden kunnen zijn. Ja. Staat dat? Ja. Dus, ik weet niet of dat die eeuwig in dat patroon... Ik weet niet. Het is te onstabiel om te kunnen zeggen van... Ah ja, die... Wat dat en dat is daarmee gebeurd in de jaren daarna. Dus houdt wel verrassingen in. Ja, wat we niet weten is... Treffen we haar daar op de meest tumultueuze moment van haar leven? Of is het gewoon iemand die dat aan zich kleven heeft en gaat ze gewoon zo door het leven? Dus, en daartussen zit natuurlijk wel, nog veel. Ja, het zal eerder dat we zien. Zij gaat gewoon op die manier door het leven, lees ik. Maar je treft ze wel op een kwetsbaar moment. Zo, wat zeer herkenbaar is. Waar de... Ja, ik moet nu zo denken van... Hè? Of dat je nu die Linda Ombroek speelt, of je speelt... Medea die bedrogen is. Het is een oeroud onderwerp. Je zei samen met iemand, het gaat niet meer, je voelt je bedrogen door Carla Kaka. En dat is zoiets dat constant gebeurt in de maatschappij. Constant. Terwijl wij nu spreken, gaat er weer een huwelijk, en nu weer een. Ja. En nu weer een. Allee, dat is zoiets normaals, zou ik maar zeggen. Het is wel straf, hè? Ja. Dus je treft ze op een kwetsbaar moment, maar ik denk dat ze... Ja, wat ik al zei, hè, emotioneel, labiel... Maar voor hetzelfde geld komt hij daardoor en ontdekt hij nieuwe horizonten in haar leven. Hè? Ja, ofwel niet, hè?
Maar dat, nee. Ja, dat is ook zoiets, hè. Wat gaat sowieso te maken hebben met een man, hè? Het kan niet op haar, alleen, het eigenlijk. Gaat te maken hebben met een man, daarom dat ik zeg... Ja. En dat ook. Ja, ja. Maar hoe dat dan... Ja. Ze wil dat wel, hè. Ze wil wel een ridder op... Ze wil wel een prins op een wit paard, hè. Dat is waar. Maar ja, wie zoekt, die vindt niet, hè. Dus dat gaat pas komen als ze niet meer zoekt. Oké, ik denk dat wij door onze vragen heen zijn. Dat we... Is het waar? Ja. Ja. Oh, fantastisch. Is er nog iets dat jij graag wil vermelden? Nee. Wat je nu mee bezig bent of zo? Ah, ja, nee, niet veel, hè. In deze tijden. Ik zou nu normaal... Zou ik een monoloog spelen getiteld Tanja. Dat is een dat gaat over mijzelf. Hè. Allee, ik lieg ook wel een beetje, hoor. Maar dat gaat over mijzelf. Maar ik kan dat nu niet spelen. Dus ik ging dat nu spelen, januari, februari, een stukje in maart. Dat gaat niet. Spelen. We gingen ook Zoutloos spelen van Studio Orca, maar daar hebben we nu een luisterspel van gemaakt. Ja. En ik ben wel, ik kan binnenkort in stukjes en brokjes een beetje repeteren aan een soort onderzoeksproces van een stuk. Maar ook dat gaan we niet kunnen tonen. En ik zal wel hoogstwaarschijnlijk wel les kunnen geven aan het Ritz in Brussel. Geef ik les aan toneelstudenten. Altijd zo het laatste blok van het schooljaar. Dat zal wel kunnen. En dan hopen we dat we, ja, ofwel dit seizoen nog... Dus die voorstellingen van Tanja zijn nu verplaatst naar mei. Wanneer ik ook lesgeef. Dus dan komt dat allemaal bij elkaar. En dat is dan de vraag voor hoeveel gaan we dan kunnen spelen. Dus voor een toneelspeler is het op dit moment echt niet zo fijn. Nee, is het heel onzeker allemaal. Dat is wel heel jammer. Ja, want mei vind ik toch al redelijk vroeg. Ja, en voor hoeveel gaan we dan kunnen spelen. Hè? Voilà, dat is heel ambetant, hè. Ja. En zoals in die monoloog doe ik ook een beetje interactief met het publiek. En dan moet ik zien hoe ik dat oplos, want dan kan ik niet zomaar, naast iemand gaan zitten in de zaal, ik noem maar iets, of iemand vragen. Dat is allemaal heel ambetant. En nu wordt er gezegd, ofwel kunnen we, hè, als er versoepelingen komen, misschien toch weer spelen. Ofwel gebeurt er dit seizoen helemaal niks meer. Alleen dat lesgeven wel, maar ook dat bijvoorbeeld. Je geeft dan les en dan zie je die jonge mensen die nu in derde en vierde jaar zitten, bachelor en masters, die iets maken en die willen dat tonen aan zo breed mogelijk publiek, programmatoren, acteurs, om werk te kunnen hebben, om zich te tonen. En dat gaat dus allemaal niet. Dat is wel heel vervelend. Maar ik ben wel blij dat ze kunnen repeteren en zo. Allemaal onder zeer strikte voorwaarden. Allee, ja. Dat is een beetje een lastige bal op dit moment. En er worden wel dingen gefilmd, dat wel, maar dat is maar een plukje van alle acteurs die er natuurlijk zijn, hè, die dan voornamelijk in theater werken. En kunnen we dat hoorspel ergens horen? Wel, dat is nog te vroeg. Ja. Dus Zoutloos van Studio Orca zal een luisterspel worden in 7 afleveringen. We hebben dat heel lang gespeeld en we gingen dat dus nu opnieuw spelen. En we speelden dat in woonzorgcentra. Orca is een locatietheater. Dus het publiek kwam naar een woonzorgcentrum en vond daar een oude vrouw, ikke, Palmira, met witte krullen, 86 jaar. En gevolgde daar een dag in haar leven. Hele, hele mooie voorstelling voor kinderen en voor volwassenen. Met een dubbele laag, heel mooi. Nu hebben we een hoorspel gemaakt in 6 afleveringen en dat is gemaakt in het kader van de Dag voor de Zorg. Dag van de Zorg in maart zal dat uitgezonden worden in woonzorgcentra. Ik weet niet juist welke, maar de culturele centra kunnen dat van later ook aan hun publiek aanbieden. Ah ja, amai, leuk. Ja, ja, dus dat is wel tof dat we dat hebben kunnen doen. Maar we hebben het niet kunnen spelen, natuurlijk. Hè. Maar er zijn veel theaters die het nu doen, hè, livestreams maken. Ja. En, ja.
we moeten daar een oplossing. We moeten dan toch een oplossing vinden. Hè? Ja, hopelijk niet te lang meer. Hè? Misschien kunt jij mij wel spelen voor alle gevaccineerden. Voor alle gevaccineerden doe ik nu alvast een oproep. Ja. Aan alle gevaccineerden, hopla, komt dat zien. Ja, ja. De woensdagcentra gaat er rap zijn. Ja. Ja, maar ja, we kunnen niet. Kunt u je toch voorstellen dat gastheatergezelschap niet. Wij gingen naar een woonzorgcentrum en dan. Wij speelden daar twee keer, hè? Altijd twee keer per dag. En dan aten wij daar smiddags mee en zo. Ja, dat kunnen we wel vergeten. Ja, dat kunnen we wel. Jammer, hè? Ja. 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 Maar goed. Voilà. Moet maar een keer, ja. Kijk, maar merci voor jullie uitnodiging. Ik vond het een bijzondere ervaring. Ja, de tijd is gevlogen. Ik verschiet heel hard dat nu al. Wij zijn 2 uur aan het babbelen, hè? Ja. Dat is te veel, hè? Mensen gaan maar niet volhouden. Goh, ja, wow, dat verschiet daarvan, hoor. Maar Rebecca was ook zoiets. Dat is ook 2 uur. Ja, absoluut. Maar bij deze doe ik ook de groeten aan Rebecca en aan mama en papa, aan Hendrika en Aurel. Grote fans die mij helemaal op de voet volgen in theater. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Ja, grote theaterkenners, hoor, allemaal. Ze volgen ons ook ondertussen. Ja. Hendrika, ja, ik heb die al zien passeren op onze Facebook. Die reageert. Fantastische madame, hè. Heeft alles gezien op theater, hè. Alles, hè. Mooi. Alles, hè. Dus, wel. En ik groet ook alle eilandbewoners. en dank u voor de uitnodiging. Ik vond het een bijzondere ervaring. Voilà, merci. Leuk dat en ik vrees dat ik er nu toch ga kijken. Dat is de bedoeling, hè? Dat is de bedoeling. Maar vooral dan die tweede, want die eerste is nu door die fragmenten wel in mijn kop. Ja. Maar die tweede ook nog, zeg. Hoe lang gaan jullie doorgaan? Nog jaren zo. We hebben nog veel werk. Ja, we hebben wel veel werk. Ik denk dat seizoen 2 nog trager gaat. Ja, dat zit nog veel vol op mij. Ja. Oké. Bucky moeten we serieus uitsputten. Dat gaat nog moeilijk worden. Voilà. Als je hulp nodig hebt, gebeld mij. Ah, voilà. Zeker doen. Dat is leuk. Tegen die tijd kunnen we het nog eens over die gênante momenten hebben van zeker. Linda. Wow. Oh, mannetjes. Oké. Merci. Oké, tot de volgende. Ja, heel graag. Aan iedereen ook bedankt om te luisteren. Volg ons gerust op gelijk welke podcast-app. We zijn bijna overal te vinden. En als je nog niet genoeg van ons kunt krijgen, volg ons dan ook op Facebook en Instagram. Jullie kunnen ook meedoen. Stuur ons jullie opmerkingen, weetjes en eilandismes in via deprotpot@gmail.com of laat een voicemail achter op speakpipe.com/deprotpot. En tot de volgende aflevering, waarin we gaan verder gaan met groepsdynamiek. Dag! Doei!